Hallo allemaal en welkom weer weer een Nail Talk Live e-workshop op de maandagavond. En vanavond een hele leuke e-workshop, namelijk een e-workshop waarin we blushes gaan combineren met een hele makkelijke manier van babyboom maken. En dan ook nog eens met een mooie glitterboom. Dus daarvoor hebben we natuurlijk niemand minder dan Silvana bij ons vanavond. En ja, Sarisa zit model. Dat is wel leuk om eventjes te vertellen. Maar ik heb vanavond ook maar liefst twee prijswinnaargroepen. Dus zes prijswinnaars. En dat is van de Challenge van Syriza en van de challenge van Cheryl. Want we hadden natuurlijk toen we in de lockdown zaten, waren we op vrijdagmiddag ook live. Daar zijn we nu mee gestopt, maar nou, we moeten natuurlijk nog steeds wel die prijzen weggeven. Jullie zien dat ik hier mijn laptop heb staan. Ik heb hier mijn telefoon, zodat ik jullie comments in beeld kan zetten. Nou ja, zoveel te doen. Wij gaan beginnen! Ja, als jij nou comments hebt, vragen hebt, stel die gewoon en dan zorg ik ervoor via deze verbinding en de StreamYard-link die je kunt vinden in de omschrijving van de e-workshop. Um, en dan komt jouw vraag in beeld samen met jouw foto. Bijvoorbeeld, nu staat Samantha Fenix en die zegt, hallo allemaal. Nou, hallo. En dat zegt ook Sabrina de Vries. Hallo allemaal, ik blijf het zo'n leuk speeldingetje vinden. En ik zie hier een opmerking van Floor Bond. Zij zegt: Oh, wat leuk, Serise. En dat na die troffe training van vandaag. Ja, dat was een hele leuke training, een pinnageltraining. En ook Magda Gniewig uit Schotland is ook there. En zij is onze nationale trainer voor de UK, dus voor Groot-Brittannië. En daarnaast is zij natuurlijk ook distributeur. En een hele goede vriend van mij. Uh, kortom, we hebben veel te doen. We, waarmee gaan we beginnen, Silvana? Allereerst hallo allemaal, leuk dat jullie allemaal kijken. Het is voor mij weer een tijdje geleden, maar ik heb er super veel zin in. Uh, we gaan allereerst beginnen met de glitterboom. En daarna gaan we een mooie babyboom maken. Leuk, een glitterboom en een babyboom. Die glitterboom heb je natuurlijk tijdens die event ook gedaan. Althans, een versie daarvan. Maar dat betekent eigenlijk dat we een leuke glitterende cuticle hebben. Ja, inderdaad. We gaan echt een beetje bling-bling, dus een beetje glitter in de cuticle neerleggen. En dan gaan we een mooie blush eroverheen blenden. Leuk. Ja, en de blush, dat is natuurlijk een product dat hebben we samen met jou hebben ontwikkeld. Dus daarom is het ook leuk dat jij er vanavond natuurlijk bij bent. We hebben twaalf verschillende kleuren blush. En welke ga je nu als eerste gebruiken? Ik ga allereerst gebruiken Lovely. Dus ik ga met Lovely een hele mooie blend maken. In principe uh, zijn alle kleuren eigenlijk prachtig om een glitterboom mee te maken. Er is natuurlijk ook een heel groot scala aan uh, glitters bij Magnetic. Dus kan je zoveel verschillende combinaties maken met de blushes en alle kleuren glitters. Ja, Elvisa, Niels bij Elvisa, die geeft je een compliment. Want wat zie jij er leuk uit? Ja, een leuk blushje. Vond ik ook helemaal toen ik hem toen net zag. En even kijken. Ghislaine zegt superleuke workshop weer. Ben benieuwd en weet nu al dat het weer prachtig zal zijn. Nou, dat denk ik ook. Ik vind het heel erg mooi, die curicle met die glim, glimmers. Ik heb dat zelf nu ook bij een collega van mij een keer gedaan. En ik moet zeggen, het was eigenlijk veel makkelijker dan wat ik dacht, Zil. Ja, inderdaad. Het is eigenlijk heel easy peasy. Als je hem eenmaal even door hebt en als je eenmaal weet hoe die moet, dan denk je, oh, maar dat heb ik dan een soort van zo snel gezet. Dus het is eigenlijk heel easy om toe te passen in een blushbehandeling. Nou, ik ga weer even kijken. Etty zegt: Hallo, daar zijn we weer. Hi, Etty. En Floor zegt: Ja, ik ben benieuwd naar je resultaat. Dus um, ik denk dat we maar eens even moeten gaan beginnen. En ik hou intussen jullie comments bij en ik interrupeer Silvana waar nodig om jullie comments door te geven en jullie vragen. Dus schroom niet, daar ben ik hier voor. Ja, inderdaad. Ik heb een keer voor de verandering een andere vorm genomen. Normaal, ik denk dat de meeste van jullie wel weten dat ik heel erg van square nagels hou, dus van vierkante nagels. Maar ik ben een beetje op de alwont dus ik heb de nagel van Syriza wat ronder geveld, zoals jullie kunnen zien. Even kijken of die gaat schrijven. Ja, kijk, ik heb de nagel dus wat ronder gemaakt, want ik vind met een glitterboom vind ik dat ook echt heel mooi en heel, het maakt het een soort van heel schattig. Ik ga nu beginnen. Ik ga de nagelplaat eerst ontvetten. Ik heb al wel een combi manicure toegepast. Dat zorgt er natuurlijk voor dat ik de glitters nog wat mooier en strakker uh, richting de cuticle kan leggen. Dus ik ga beginnen. Ik doe een beetje, uh, pomp ik mijn prep en wipe. Pomp ik met het pompje. Even kijken. Pomp ik met mijn silky smooth. En daarna ga ik de nagel even goed ontvetten. Daarmee wordt hij dus heel mooi stof en vetvrij. Oké, okay, nu ga ik dus beginnen met de primer. En die ga ik aanbrengen op de nagel. Ik ben benieuwd of jullie eigenlijk voornamelijk met de blusjes veel almond zetten of veel meer square. Dus laat het weten. Normaal zou ik natuurlijk uh, onder de blusjes gewoon de primer doen en dan zou ik de blusjes aanbrengen. Voor een glitterboom doe ik dat net wat anders. Ik vind het altijd fijn om een dun laagje rubber base eronder aan te brengen of bijvoorbeeld een base top. Waarom? Omdat ik daarna de glitters ga aanbrengen en ik wil niet dat de glitters bijvoorbeeld echt direct hè, op de natuurlijke nagel liggen. Dus voor het opvullen um, zit er dus een heel mooi kleerlaagje onder. Dus dat ga ik doen met de rubberbase kleer. Maar je kan bijvoorbeeld ook uh, een building base clear gebruiken of een base en top. Ik, eh, jij vroeg natuurlijk welke vorm zetten jullie? Nou, Jasja zegt dat ze elmend heel erg veel zet. Elvira zegt ook elmend. Um, uh, Debbie Dussel vraagt: Doe je de elmend omdat dat mooier is bij een babyboom? Um, nee, ik vind, ik vind het, het heeft eigenlijk allebei een beetje de charme. Um, ik vind dat een almond toch iets wat schattiger is um, en een vierkant is toch wat stoerder. Um, maar ik vind nu, ja, de laatste tijd ik zeg tegen mijn klanten kom we gaan een keertje rond en hun denken zo, ziel en rond. Ja, maar ik vind ik ben er toch wel een beetje van gaan houden. Dus in principe, het maakt het toch net wat anders. Een babyboom rond. Ja, en uh, bijvoorbeeld uh, Floor Bond zegt: uh, Jongere meiden willen square, de dames willen wat liever elmend. Ik maak bijvoorbeeld ook de elmend nagels bij mee. En, uh, dus dat klopt wel een beetje. Cheryl zit een beetje tussen beiden in, zowel square als elmend. Uh, Stephanie Alburg zegt: Hé, hey, verdorie, dit is normaal mijn thee met koekje moment, maar ben begonnen met keto, dus hier zit ik met alleen meteen. thee. Nou, heel veel succes daarmee. En ik zag nog een vraag, en die heb ik even in snelheid. Die is van Sharon. Hyperpijn, ik heb lands van gele verkleuring bij nabehandeling van de Cover Building Base. Heb je een idee hoe dat kan komen? Nou, daar heb ik iets meer informatie voor nodig. Dus ik zou zeggen: voel je vrij om mij een persoonlijk berichtje te sturen via Messenger. En dan ga ik daar samen met jou over in discussie om te proberen te ontdekken wat er aan de hand is. Ik loop een beetje vast, zie ik. Maar goed, we gaan gewoon door. Heel veel zin in deze workshop, zegt Davy. Dus uh, ik geef de vloer terug aan Sylvana. Ja, ik zit alvast klaar met mijn Rubberbees op, op mijn kwastje. Dus die ga ik nu aanbrengen. Oh, een vraag: Waarom leg je de glitters niet in een dun laagje blus? Dat zou zeker weten ook kunnen. Um, je kan er dus voor kiezen om het dus onder een laagje blush te doen. Heel goed, want dan krijg je dus eigenlijk rondom de cuticle... blijft er altijd een heel dun laagje sheer van de blush zitten. Um, wat ik juist heel erg mooi vind, is bijvoorbeeld een natuurlijke kleur van een nagelbed. En um, dat ligt er natuurlijk aan wat voor glitter je gaat kiezen. Um, ik ga het een beetje verklappen. Ik ga met de Magic Flakes werken, dus met de flakes die zijn wat transparanter. En daardoor ga je het nagelbed van Cerisa eigenlijk een klein beetje erdoorheen zien. Dus dat, ik vind dat wel als een charme hebben. Ik vind dat wel heel mooi en natuurlijk. Uh, maar je er, kan er dus ook voor kiezen om er een, een laagje uh, blush onder te doen. Zie ook een comment van Leek. Zij zegt: Als ik square doe, heb ik vaak dat de hoekjes afbreken. Dus ik ben overgestapt op de almond shape Heel herkenbaar, denk ik. Ik denk dat veel mensen dat ook zullen herkennen. Um, maar we hebben wel een advanced blush-techniek voor. Dus een andere type van, manier van opbouwen. En dat leer je tijdens de advanced blush-techniek. Uh, Klassen, hè, Tra ja. training? Ja, inderdaad. En dan breken de hoekjes eigenlijk niet meer? Nee, ik ga de rubber base even de lamp insturen. Dat ga ik voor 30 seconden doen. En dan ga ik vertellen over de training. Uh, nee, inderdaad, je, ziet, je zal het wat sneller uh, voorbij zien komen. Dat inderdaad, wanneer je dus een uh, square of een vierkante nagel zet, dat je dus wat hoekjes hebt die wat brozer zijn en wat afbreken. Um, ja, dat gaan we dus in de uh, advanced techniek, dat is echt een speciale techniek ontwikkeld, Um, waardoor je dus niet meer hebt van hoekjes die afbreken, nagels die uh, bijvoorbeeld aan de voorkant loslaten. Uh, dat kan zowel bij vierkant als bij uh, almond, kan je, heb, kan je dus die techniek toepassen en heb je eigenlijk geen last meer van lifting. Nou, misschien kunnen we dat nog wel een keertje iets meedoen, maar dat moeten we maar zo voor nadenken. Uh, Stephanie Auberg vraagt, uh, wat is bij jullie, Silvana of de kijkers, de populairste kleur blush in de salon? Oeh, dat is een goeie. Nou, het ligt er natuurlijk aan een beetje voor het seizoen. Um, ik denk dat de meeste toch van bij mij in het salon tussen lovely en cozy schommelen. Um, ook omdat het, het, het blijft toch een beetje milky en het doet mij altijd een beetje denken aan de seduction shears eigenlijk. Um, maar het verschilt echt. Elke klant heeft zo zijn eigen kleurtjes waar ze een beetje tussen schommelen. Ja, dat is, dat is heel erg leuk. Want dat zie ik ook. Yasha, die zegt bijvoorbeeld bij mij: bitchy, girly, lovely en fierce. Milène zegt dan weer uh, lovely, um, dreamy, cozy, classy en bitchy. Ik zelf gebruik heel vaak bossy. Vind ik een hele mooie kleur. Nou ja. En ik heb nog een vraag van Davy Faber. Raak je dan niet de hechting van de blush kwijt door eerst met de Rubber base te werken? Want de blusjes zitten als een huis bij al mijn klanten. En de rubber wil na nabandeling of twee, drie nog wel eens loslaten. Het hecht laag je op de nagels, de rest veil ik eraf. Dus wat, wat is jouw gevoel daarbij? Um, nee, dat heb ik zelf niet zo heel erg veel meegemaakt. Maar als je bijvoorbeeld weet van een klant van nou, bij haar blijft de rubberbeest gewoon echt niet zitten. Dan kan je er dus inderdaad voor kiezen om een heel dun laagje blush aan te brengen. Doordat je hem zo dun maakt, um, zal je dus niet zo heel snel die sheer eronder zien. Um, maar dat is natuurlijk helemaal aan jou. Uh, je kan er ook bijvoorbeeld voor kiezen om er dan een laagje bezend onder te doen. Of building base clear, dat zou ook kunnen. Ja, en Davy zegt: nu komt er ook een kleerblush. Want het werkt zo ontzettend prettig in plaats van een rubberbees. Nou, ik kan nog niet te veel vertellen wat er allemaal dit jaar gaat komen. Maar we moeten wel even goed testen natuurlijk. Sil, ik denk dat we maar eens door moeten gaan. We hebben best veel kijkers. En ik denk dat heel veel mensen benieuwd zijn hoe jij dit gaat doen. Ja, ik heb nu de rubberbase Base uh, uitgehard, redelijk uitgehard. Ik heb het 30 seconden uh, even onder de Twin Light gedaan. En ik ga voor deze glitterboom, het glittert al helemaal, ga ik gebruik maken van deze flakes. In principe kan je, best, kan je eigenlijk alle uh, platte glitters voornamelijk uh, gebruik van maken. Dus uh, bijvoorbeeld de hele leuke kitjes die ik hier heb liggen, die zal ik laten zien. Deze kitjes kan je bijvoorbeeld heel erg leuk gebruiken uh, in verschillende kleuren. Um, maar dat is wel omdat de glitters zijn, dus echt wat platter. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Special Inlay, dat zijn meer een beetje ja, kiezeltjesachtig of uh, die kleine kristals. Uh, die zijn heel erg leuk, maar dat zou ik bewaren bijvoorbeeld voor een, een mooie inlay die Syrissa bijvoorbeeld altijd maakt. Um, dus zorg ervoor dat je echt um, bij de, deze Glitterbooms voornamelijk echt platte uh, glitters gebruikt. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat je bij de cuticle aan het werken bent. En dan moet het natuurlijk ook heel dun blijven, anders laat het product los. Ja, inderdaad. En als je dat bijvoorbeeld helemaal vol stopt met uh, steentjes en dingen, en, ja, dan, kan het, dan ga je uiteindelijk een hele rare uh, cuticle-omgeving krijgen. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Dus daarom vind ik deze vlekjes dus echt heel erg fijn, omdat ze dus flinterdun zijn. Um, en ze glitteren zo mooi. Ja, en die glitters zijn dus ook in een set te kopen op de website. Dat vraagt Amy Berens. En Stephanie Aubeur vraagt nog even, zijn dat de chameleon? Dat ze, kan je nog even het potje chameleon laten zien? Ja, die zijn, zijn individueel verpakt, hè? Ja, dat zijn de Chameleon Flakes, inderdaad. Die zijn heel flinterdun, die zou je zelfs op de nagel en dan bij de cuticle kunnen neerleggen. Zo heb ik het gedaan, maar het lukte mij niet zo goed om. Want ik had de les niet gehad van Sylvana. Maar die gaan we nu wel krijgen. Ja, inderdaad, zelfs Papijn zei, je kan het ook bijvoorbeeld als je de blush hebt aangebracht, de deur opdoen en het een beetje plat duwen en dan kan je eigenlijk je topcoat eroverheen doen. Dat kan ook, maar dat is niet echt een glitterbom. Oké, okay, ik heb op mijn palet een klein beetje base en top aangebracht, maar je kunt ook uh, rubber base clear ervoor gebruiken. En daarmee maak ik mijn detailer 3 eigenlijk een beetje plakkerig. Dan pak ik met die detailer pak ik een aantal van die vleekjes op en die ga ik dus rond die cuticle area neerleggen. En die dep ik eigenlijk neer. Als ik teveel heb, strijk ik een beetje af. En je krijgt echt een soort van, ja, heel mooi magisch effect rond die nagelriem. En dit is wat ik dus zeg, dat ik het eigenlijk wel zo charme vind hebben om er toch um, een kleerlaag onder te doen. Omdat je dan ook een beetje van die lunula eigenlijk ziet. Ik kreeg zojuist een comment binnen van iemand over de glittersprays. Misschien kun je straks eventjes laten zien hoe je die kunt gebruiken zonder dat alles onder zit. Ja, tuurlijk. Maar dat komt zo direct. Eerst even concentratie hierbij. Dus je doet ongeveer een kwart van de nagel. Ja, Eigenlijk ongeveer een beetje een kwart uh, tot een derde. Het ligt er natuurlijk aan hoe lang iemand's uh, nagelbed is. Uh, maar in principe leg ik eigenlijk de meeste glitters leg Ik echt bij de cuticle neer en ik blend de rest een beetje door. Want het is natuurlijk wel mooi om die blend te hebben. Dat is bij deze vlees natuurlijk heel erg makkelijk. Je kan het echt een beetje kapot duwen. En ik duw het een klein beetje naar beneden toe zodat het ook. ...hieronder heel mooi geblend wordt dadelijk. Ja, want Stephanie Alburg zegt ook... ...ik heb niet zozeer dat het loslaat... ...maar als ik bijvoorbeeld een mermaid spray gebruik... ...krijg ik toch na een week een scherp randje bij de cuticle... ...want dan steken er een paar dingetjes uit natuurlijk. Best lastig om dat vlak te krijgen. Met de chameleon flakes is echt super simpel. Hè? Die zijn zo plat... Ja, zeker weten. En wat ik doe met een glitterspray is eigenlijk, ik uh, doe gewoon een klein beetje doe ik op mijn pallet neer en met mijn detailer pak ik het dan op en dat verspreid ik eigenlijk op dezelfde manier uh, rond de nagelriem en dat doe ik dus ook bijvoorbeeld in mijn uh, rubber base. Ja, um, en als je natuurlijk uh, wil, echt wil glittersprayen, hou dan even je nagel in het dopje en dan spray je er zo op en dan valt het overtollige glitter in het dopje en dan kun je dat eventueel met een fluffy of een waaierpenseel nog gebruiken. Ja, inderdaad, dat uh, kan je dus ook doen. Maar bijvoorbeeld de glittersprays zijn ook heel erg leuk om dus als uh, glitterboom te gebruiken. Omdat ze ook een super mooie kleur zijn. En ze zijn heel erg fijn, dus dat maakt het toch weer extra glitterig rond die nagelgriem. Ik ga de rubber base nog heel even 30 seconden uh, in de lamp doen, zodat de glitters even vast kunnen liggen. Ja, in de tussentijd heb ik van Elvira een opmerking: mijn klanten zijn heel erg fan van de blusjes. En ik was al fan van de Rubberbees, maar de blush zijn ze echt over te spreken. Ja, het is het, ja, ik ben er ook echt heel erg over te spreken, natuurlijk. Um, die flakes zijn zo mooi, zegt Elvira ook. Stephanie Auberg zegt de chameleon flakes zijn zo mooi, heel fijn, heel mooi. Ja, dat komt ook omdat je, ze zou ze. Je zou ze zelfs kunnen inpoetsen tot hoogglans. En dus het is, echt, het is net bijna vloeipapier. Nou, ik hoorde een klikje van de Twinlight. Ja, we zijn er klaar voor. Oké, okay, wat ik nu ga doen, um, is ik ga eigenlijk een klein beetje de uh, omgeving waar ik die glitters heb gelegd. Uh, ga ik een beetje opbouwen met een rubber base. Waarom doe ik dit? In principe is het niet heel erg nodig bij uh, deze vlekjes. Maar bijvoorbeeld wel meer als ik uh, een glitter gebruik uit die glitterkit die ik liet zien. Die glitters zijn toch wat groter en steken soms wat uit. Um, en je zal dus merken als je daar overheen legt, dan kan het een beetje uit gaan steken of brokkelig zijn. Um, maar ik wil wel die hele mooie, um, uh, doorschijnende cuticle area. Dus daarom ga ik met de rubber base clear weer verder. Ik pak een klein beetje op mijn kwastje. En wat ik doe is, ik ga eigenlijk. Eerst even dit gedeelte een klein beetje lakken, ja. zodat ik een klein beetje een zwemlaagje creëer. En dat doe ik echt alleen op het gedeelte waar ik die glitters heb neergelegd. En wat ik nu doe is, ik pak een klein beetje rubber base extra. En dat betekent niet dat we de hele nagel gaan opbouwen, dus dat betekent een klein beetje rubber base. En wat ik nu ga doen is, ik denk dat jullie van de zijkant goed kunnen zien, is ik ga eigenlijk een klein beetje een druppeltje leg ik neer. Mm -hmm. En die duw ik naar achter toe. Dus ik creëer eigenlijk een beetje apex met de rubber base. Dit doe je natuurlijk ook zodat er straks niet te veel van de blush overheen hoeft te ja, gaan. Ja, klopt. En dan blijft die mooi transparant. Dus die duw ik echt zachtjes een beetje naar de cuticle toe. Ja, ik moet zeggen dat ik dit wel mooier vind dan hoe ik dat deed. En ik strijk het uit uh, 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 uiteinde strijk ik af naar beneden toe. En dan gaat ze onder de lamp. Waarom heb ik dat afgestreken? Anders krijg je echt een, een, eigenlijk een stoeprand en een drempel naar beneden toe. Dus ik zorg eigenlijk voor die blend. En die blend geeft mij ook weer een soort van extra uh, lijmlaagje of een plaklaagje, waardoor ik die blush er ook heel erg mooi overheen kan blenden. Zorg dat je dit wel goed uithardt, want we hebben natuurlijk best wel wat neergelegd. Dus die ga ik 90 seconden uitharden onder de lamp. Nou, nog heb ik eventjes wat vragen. Uh, Debbie, jij vraagt, komen de blushes ook nog in andere kleuren, zoals pasteelkleuren voor de zomer? We zijn met heel veel blushontwikkelingen bezig, maar ik kan er nog niet te veel over zeggen, want het is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Maar trust me, also this summer you will be blushing. Dan heb ik, um, Leek zegt, ik ben helemaal fan van de blushes. Klinkt misschien raar, maar het voelde heel erg licht op mijn nagels. Nou, dat herken ik wel. Ik heb natuurlijk ook blushes gedragen tijdens de hele testen van de blushes, maar het is ook wel weer heel sterk, dus het is echt wel heel erg uh, lekker. Uh, Floor Bond zegt: Ik meng vaak een sugar bijpassend nog even een rubberbees of de bees top. Voor mooi langs de nageliem. Ook natuurlijk een hele goede tip. En Priscilla, jij bent je chameleon flakes kwijt. Ja, nou, ze zijn wel magical. hè? Het zijn magical chameleon flakes. Nee, dat is natuurlijk een grapje, maar. Vervelend. Ja, ik ben ook wel eens mijn dingen kwijt. Zeker toen ik nog in de salon zat. Wat ik nog wel eens wil doen, als ze wel blush willen, maar een andere kleur. Ik buffer hem op en lak er gel polish overheen. Gaat perfect. Ja, je kunt ook heel goed blush combineren met gel polish. Is dat ook jouw ervaring, Sylvana? Ja, ik, ik um, als een klant zeg ik wil bijvoorbeeld rood, hè, met, de, met voor de feestdagen. Degene die nog mochten komen, uh, die wilde alweer helemaal rood. Dus ik lak eigenlijk ook gewoon al mijn gel polish, lak ik ook gewoon over de blushjes heen. Ja, zeker weten. En ik combineer natuurlijk heel veel neelart art met de blushes. Dat vind ik echt zo leuk, omdat elke kleur heeft natuurlijk een beetje een ondertoon. Dus hè, de donkere kleuren hebben een wat warme ondertoon en de lichtere kleuren hebben een wat koeler ondertoon. En zo combineer ik dus ook de verschillende kleuren gelpolish die er zijn met de blushes. Ja, nog een vraag heb ik hier ook. Ik gebruik de blush in verband met de goede hechting op flexibele nagels. Is de rubber base niet te hard voor zulke nagels? Building base is namelijk te hard voor deze nagels. Nou, rubber base is wel een stuk flexibeler dan building base. Building base is echt redelijk hard. Sil? Ja, zeker weten. Voor een flexibele nagel is building base echt wel wat harder. Uh, dan kan je inderdaad kiezen voor een rubber base. Uh, voor uh, fiber coat kan je ook kiezen. Maar de blushes blijven ook echt wel goed op uh, flexibele nagels zitten hoor. En dan. Uh... Er wordt gevraagd: um, zou dit ook met building-based clear kunnen worden gedaan? Wat jij nu doet met rubber-based clear? Uh, ja, dat zou, dat zou kunnen. Het kan ook met de base en top. Uh, wat ik toch gemerkt heb is omdat ze wat... Um, ik vind de uh, base en top voornamelijk... Ze heel erg vloeibaar. En de Building Base Clear is ook net ietsje vloeibaarder dan de uh, Rubber Base. Ik vind de Rubber Base toch net iets taaier. Um, omdat ik dat echt een beetje naar die cuticle toe wil duwen. Wil ik eigenlijk dat het daar goed blijft liggen. En dan onder de lamp sturen. Terwijl als je dat met de Building Base doet. Of met een base en top. Dan is het vlo wat vloeibaarder. Dan kan het sneller eigenlijk weer instorten. En dan heb ik weer niet die Apex die ik een klein beetje gecreëerd heb. Maar ik zou zeggen, probeer het. uit en dan snap je wat ik bedoel. En dan heb ik deze vraag nog. Ik ben wat later ingeschakeld. En ik ben, even, ben hem even kwijt. Ik schakel net in, dus hoop niet dat deze al is gevraagd. Maar kan dit ook met de Building Base Clear? Oh nee, dit is van Jamie. Ik ben wat later bijgekomen. Maar waarom begin je nu met de Rubber Base? Blushes is toch op zichzelf al de Building. Nou, dat doet Sylvana voor de transparantie. Ze wil echt helder transparant bij de, product bij de cuticle. En dan heb je dus ook een transparant product nodig. Blushes zou dat wegdekken. Nou, ik denk dat we maar weer terug gaan naar jou. Ja, ik heb uh, de Rubber Base Clear is nu helemaal uitgehard, 90 seconden. En ik denk dat als jullie vanaf de zijkant kijken, dat je een klein beetje bolling ziet. Sarisa heeft gelukkig van zichzelf al een mooie bolling. Maar je ziet wel een klein beetje Apex opgebouwd. Um, nu heb ik dat niet heel erg nodig voor deze vlees. Dus heb ik hem ook niet heel erg hoog gedaan. Uh, maar soms kan het zijn, um, bijvoorbeeld, er zijn glitters waarbij dus er sterretjes en hartjes in zitten. Super leuk. Alleen die moet je toch ietsje meer inpakken, want anders kan er bijvoorbeeld iets uh, een beetje uitsteken. Dus dan pak ik ietsje meer in met uh, de rubber base. Oké. Okay, we gaan nu de nagel afbouwen en dat gaan we met de kleur Lovely doen. Ik zorg dat er een klein beetje uh, product op mijn kwastje ligt. Van mijn flesje. Ik hou mijn blush brush ook bij de hand. En wat ik ga doen is ik ga eigenlijk waar ik die overgang heb gemaakt, dus eigenlijk een beetje het midden van die nagel. Mm -hmm. Daar ga ik een klein beetje blush neerleggen. En die ga ik eigenlijk deppen in die gedeelte waar ik die blend strakjes ga maken. Ja, zodat je daar wat meer massa hebt. Ja, zodat ik daar inderdaad mijn product en meer massa heb. Daarna strek ik eigenlijk voorzichtig die gel naar voren toe. En zo ga ik dus de rest van de nagel afbouwen met de blush. Ik blijf een beetje van de zijkant af. Mm -hmm. Dat doe ik bewust, omdat ik nu dan de tijd heb om uh, die blend te gaan maken. En dan ga ik me straks focussen op de zijkant. Maar ik heb in ieder geval genoeg product liggen. De blend kan je maken met je blush brush, maar kan je ook met je detailer doen. Ik ga Zullen we even naar het zijprofiel kijken om te kijken hoe dat er dan uitziet? Kijk, ik ja, heb dit een die... beetje aan de zijkant ja. gelaten. Waarom? Omdat stel nou dat je hem heel strak naar de zijkant legt en het is hier in de, uh, in de studio wat warmer, dan kan het toch zijn wanneer ik die blend ga maken dat die een klein beetje in gaat lopen. Stel nou dat je dat merkt in de salon, kan je ook even de hand omdraaien. Ik ga nu die blend een beetje maken en ik heb mijn detailer wat natter gemaakt met de base en top, maar dat kan je ook met de rubber base kleer doen. Oké. Okay. En nu ga ik hem eigenlijk een beetje de blush doorblenden naar boven toe. Dus dat doe je niet met prep en wipe of een vloeistof, dat doe je echt met gel. Ja, dat doe ik echt met gel. En dat doe ik dus ook weer met die clear gel, zodat je dus een mooiere blend krijgt. Je kan je penseeltje ook omdraaien en dan om ietsje naar boven trekken. Dit was een blush lovely, hè? Ja, lovely. Lovely. Ik ja, zal het even voor Stephanie Oudburg in de comments zetten. Want als je dat bijvoorbeeld droog zou doen, dus je zou bijvoorbeeld met je blush brush of met de detailer dat droog deppen, dan kan het zijn dat je blush een beetje streperig wordt. En dat wil je natuurlijk niet hebben, je wil een mooie blend creëren. Je ziet dat hij heel zacht overloopt. Je kan een beetje bijpakken als je vindt dat het wat transparanter wordt. En dan ga ik daarmee eigenlijk ook zachtjes blenden nog. Je kan kiezen, je kan de blend eigenlijk wat hoger neer laten komen, uh, maar je kan hem ook wat lager. Dat is natuurlijk hoe je zelf wil, wat je zelf mooi vindt. Of natuurlijk wat de klant wil. <laughs> Oké, okay, mijn blend heb ik redelijk mooi gemaakt, maar zoals jullie zien is de blush een beetje naar de voorkant gaan lopen. Nu kan ik mij dus gaan focussen op de zijkant en echt op mijn bolling. Ik pak mijn blush brush en daarmee ga ik die zijkanten mooi neerleggen. Dus zorgen dat er ook mooi aan de zijkant overal blush komt te liggen. Stephanie Aalberg zegt: dit lijkt me echt heel erg moeilijk met een smiley erbij. <laughs> ik denk wel dat ik het even zou moeten oefenen de andere kant. Ja, het is echt even een kwestie van oefenen. Dus ook als je uh, morgen bijvoorbeeld denkt dit ga ik bij een klant doen, zou ik zeggen joh, doe lekker twee nagels um, per hand of in totaal, zodat je het eventjes kan oefenen. En het is echt heel leuk um, twee nagels en de rest gewoon met blush. Dat maakt het ook echt heel schattig. Wat ik nu ga doen is jullie zien eigenlijk dat hier de meeste massa ligt, mm -hmm. maar we willen natuurlijk hier in het midden. Dus ik ga haar vinger even omdraaien. Ja, Sabrina zegt dat blenden vind ik zo moeilijk. Ik krijg dat niet, mo niet zo mooi. Heb je tips? Ja, een klein beetje kleerproducten aan je penseel als je gaat blenden. Ja, en je kunt natuurlijk de demo van vanavond een paar keer bekijken om, om het extra goed te zien. We moeten nu wel even terug naar jou, want je nagel ondersteboven, kan dat kwaad? Um, nee, dat kan niet heel erg kwaad. Wat er nu dus gebeurt, is die massa die helemaal op de top zat, die gaat dus naar het midden van de nagel toe. En daar willen we dus de meeste uh, dekking hebben en de meeste product. Ik check altijd vanaf de zijkant en zo ga ik dus kijken waar mijn bolling ligt. En ik zorg dat ik mijn penseel echt recht onder haar nagel heb zitten. En daarmee ga ik dat bolletje naar het midden van de nagel trekken. Dus ondersteboven? Ondersteboven, inderdaad. Stel nou dat je dus bezig was met je blend en je ziet de blush alle kanten oplopen, zou je dit ook kunnen doen. Dan zou ik zeggen, oké, okay, ik laat haar even zo zitten. Ik ga altijd checken vanaf de zijkant, dan zie je eigenlijk die blush heel mooi naar het midden toe lopen. En dan kan je hem weer terugdraaien en dan kan je eventueel gewoon verder met je blend. Oké, okay, ik ga haar terug laten draaien. En ik ga een klein beetje extra bijpakken. Want je ziet eigenlijk dat de rechterkant heel mooi dekkend is en bij de linkerkant schijnt het een beetje door. Ik heb een beetje extra blush. En die dep ik gewoon waar het een beetje transparant is. Dus je kan het ook heel mooi bijleggen. En dat vind ik gewoon heel erg fijn van de blushes. Je ziet dat die, dat, dat beetje wat ik bijleg eigenlijk een beetje wordt opgeslokt door de rest. En daardoor uh, kan je gewoon makkelijk bijleggen. En zie je dus geen verschil. Ik denk dat iedereen het misschien wel eens tegengekomen dat je een keertje bezig bent met de blush en dat je denkt: Oh, er zit daar een klein belletje. Nou, daar heb ik een hele handige tip voor. De woodstick heeft een puntig kantje en met dat puntige kantje kan je dus heel zachtjes jouw belletje kapot prikken. Ik ga haar nog een keertje laten omdraaien. Ja, en er wordt gevraagd of wij dat kunnen zien met een andere camera. Uh, als je de vinger wat lager houdt, Sylvana, dan moeten we dat kunnen zien. Kijk, hier zien we het. Even kijken hoor. Ja. ja. En wat ik dan doe, is ik ga eigenlijk recht met mijn penseel. Ga ik dus checken van, oké, okay, ik wil de massa wat bijvoorbeeld op de punt zit, wil ik naar het midden toe. En die tik ik heel zachtjes aan. En dan zeg ik eigenlijk, ja, kom maar mee, we gaan naar het midden toe. Dus die trek ik eigenlijk naar het midden toe, waar ik die massa wil hebben. En als ze weer terugdraait, dan zie je eigenlijk dat het al redelijk op zijn plaats is gekomen. Nou, je laat eigenlijk de zwaartekracht gewoon zijn werk doen. Ja. Nog een mini beetje voor de mooie uh, kleur van Lovely, dat die ietsje mooier doorkomt. Leg ik een klein beetje extra bij. En je kan daar eigenlijk heel makkelijk mee spelen. Je ziet dat ik eigenlijk helemaal door de hele nagel heen ga. En het wordt niet één gekke vlek, het wordt gewoon een hele mooie nagel. Het loopt gewoon heel mooi door. Voor de laatste keer draaien. Mijn klanten ook, krijgen ook een soort van acrobatiek erbij, want ze moeten echt constant draaien. Dus het is ook helemaal niet erg. Um, dat doe ik ook. Echt een hele hoop draaien tussendoor. En dan weer checken of de bolling goed ligt. En doe dat echt ook via, helemaal via de zijkant. En je doet dit zonder uit te harden, hè? Tussendoor. Ja, dat doe ik gewoon eigenlijk helemaal nat. Nu gaat ze weer terugdraaien. Ik tik nog heel zachtjes mijn blend aan. En dan vind ik hem eigenlijk wel heel schattig. Ja, cute. Dan hebben we echt een hele lieve glitterboom. En eigenlijk hoef ik heel weinig en nagenoeg na te veilen. Nu mag ze onder de lamp. Dat gaan we weer 90 seconden doen. Nou, dan ga ik weer eentje naar de comments. Ze hebben een hele leuke comment van Davy. Ik moet even naar mijn scherm kijken, want het is te veel om het uit mijn hoofd te doen. Ik heb in de salon deze behandeling, de blush check-up. Waarbij ik de topcoat ervan afveil, de lengte wat korter maak, en dan een laagje en top daaroverheen. En daar glitters in bij de cuticle. En dan nog een laagje en top en Supreme Finish. Ik ben in 20 minuutjes klaar, en de klanten hebben voor een kleinere prijs toch een leuke nieuwe set. Doet het hier erg goed. Nou eigenlijk, ja, gebruik je dan de glitter op de uitgroei. En wat nou het grappige is, ik deed vorige week de nagels van May. En uh, dat was natuurlijk een echte opvul, En toen zei May ook tegen mij, Pepijn, als je nou gewoon die glitters bij de cuticle doet, dan hebben we meteen zijn ze veel sneller klaar. Dus grappig dat jullie hetzelfde idee daarover hebben. Um, dan heb ik nog een vraag van Amber, van Amber van den Heuvel. Hoe komt het dat er luchtbelletjes komen in de blush? Ik heb het vooral bij mezelf als ik met mijn verkeerde hand werk. Nou, daar zeg je het eigenlijk al. Uh, de, je verkeerde hand, die motoriek, is natuurlijk nog niet zo fijn als jouw uh, goede hand. Dus het wordt wat meer hakkeliger en takkeliger. En dat kan er dus voor zorgen dat je bijvoorbeeld um, wat sneller gaat deppen of wat meer gaat ronddraaien. En doordat je dat doet, dan komt er eigenlijk lucht tussen. En dat vormt dus een luchtbelletje. Ja, eigenlijk wordt er dan overmatig met het product gewerkt. En ook het product uit het flesje halen met je verkeerde hand. Als je dat natuurlijk net iets te ruw doet, dan krijg je ook bij het in- en uithalen pompjes, als het ware luchtbelletjes in het flesje. Dan heb je echt, als je, als je de verkeerde hand doet, ja, dan is dat gewoon wat lastiger. Sowieso zegt Sylvia: Dit wordt wel lastig bij jezelf. Nou, ik weet zeker dat je het kunt. Want het is gewoon hartstikke leuk. Gewoon een paar keer doen en het wordt makkelijker, is heel. Ja, zeker weet ik, ik heb het een tijdje geleden heb ik het ook bij mezelf gedaan. En uh, wat ik altijd fijn vind voor mezelf is, je kan lekker uitproberen. Er is niemand die zegt, wat duurt het lang? Of die kleurencombinatie vind ik niet leuk. Je kan lekker de er tijd ervoor nemen. En ja, ik vind het lekker een beetje experimenteren op jezelf. Dus ja, ik heb bijvoorbeeld glitterroomme verschillende combinaties gedaan. En doordat ik die verschillende combinaties had, kon ik zeggen tegen mijn klanten, kijk eens wat ik heb. En iedereen zat gelijk, oh wat leuk, dat wil ik ook. Dus dat is voor jezelf natuurlijk ook weer een verkooptechniek. En dan heb ik nog uh, deze opmerking: misschien een gekke vraag. Maar wordt het niet snel te dik als je meerdere lagen, etc, op de nagel doet? Ik ben nog niet zo lang bezig als nagels. Sorry. Nou, Ten eerste, je hoeft absoluut niet sorry te zeggen. Ik moet even kijken. Jamie, dat maakt niet uit. We zijn allemaal begonnen. De kans bestaat natuurlijk wel dat het dik wordt. Hè? Als je het laag op laag op laag doet. Maar Sylvana heeft eigenlijk dat kleerlaagje en dan dat blushlaagje zit zo tegen elkaar aan. En een heel klein beetje eroverheen geblend. Dus zo krijg je de juiste structuur, toch, Sil? Ja, inderdaad, zeker beta. Um, dus doordat het dus echt inderdaad, die zij het goed met je handen tegen elkaar aan aanzit, uh, zorgt het ervoor dat het eigenlijk helemaal geen extra dikte wordt. Um, dus dat is ook, stel nou dat jij zegt van oké, okay, ik doe twee nagels op een hand bijvoorbeeld uh, met een glitterboom en de rest niet, dan zal je geen dikte uh, in, het, uh, in het overal, zou je dat niet zien. Nee. Ja. Het is gewoon een kwestie van ervaring. En Elvira zegt: Ik hou er ook van alles eerst op mijn eigen nagels uit te proberen. Nou, in de 22 jaar dat ik in het nagelvak zit, heb ik werkelijk alles: alles op mijn eigen nagels uitgeprobeerd. Dus. Ja, heerlijk om te doen. En weet je ook meteen, blijft het goed zitten. Ik vond het vroeger ook zo fijn, had ik mijn nagels gedaan, zat ik op de bank s'avonds. En dan ging ik er zo naar kijken, en 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 zo naar kijken. En dan dacht ik in eerste instantie, ah, dat is helemaal vet cool. En dan zag ik bijvoorbeeld dat ik aan alle kanten, aan de rechterkant, een te, de, te hoge bolling had. Nou, dan wist ik weer voor de volgende dag, ik moet daar dus op werken. En daarop letten. Want je eigen nagels kun je de hele tijd bestuderen... Die nagels van die klanten die lopen de deur uit en met veel geluk zie je die vier weken later weer terug. Dus lekker op je eigen nagels oefenen. Ik heb precies hetzelfde. En het grappige is dat ik hem, laten we zeggen, ik ben links. Dus als ik, wanneer ik rechts doe, doe ik dat ook nog in delen. Want ja, ik heb nooit de tijd ervoor. Dus dan doe ik een keer een pinkje. En dan doe ik een keer een ringvinger en een middelvinger. Maar doordat ik dat dus elke keer tussendoor doe, heb ik die momenten dat ik mijn pinkje af heb. Ga ik de hele dag naar mijn pinkje kijken. En denk, oh ja, dat moet beter. Dat moet beter. Dat moet beter. Volgende dag ga ik mijn ringvinger doen. Dus elke keer ga je jezelf een beetje verbeteren. En heb je dus feedback van jezelf op dat moment. En dat maakt het ook dat je een uiteindelijk een hele mooie hand hebt omdat je steeds meer geoefend hebt. Ja, je gaat wel een klein beetje veilen, hè? geloof ik dat je zei. Ja, ik ga wel een klein beetje veilen. Uh, waarom doe ik dat? Als jullie met mij meekijken, dan zal ik het aanwijzen. We hebben natuurlijk hier en dit gedeelte, dat is eigenlijk het gedeelte aan de zijkant waar ik die blend heb gemaakt. En um, soms kan het een beetje zijn dat hè, je hebt natuurlijk die rubberbase een klein beetje teruggeduwd. Dus het kan zijn dat je hier en hier een beetje wat dikker. Buideltje krijgt eigenlijk. Of dat je misschien iets te veel rubberbeest gebruikt hebt. Dat kan ook. Dus vind ik het altijd mooi om toch heel eventjes zachtjes eigenlijk er een, een veldje overheen te halen. Dat Kan je doen met een uh, blauwe 220 vel of met een 180 vel. Ik heb hier een 180 vel. Dus ik hou er rekening mee dat die wat grover is. Dus voornamelijk echt op de blend in het midden ga ik niet heel hard veilen. Want dan gaat mijn blend natuurlijk wat weer eigenlijk weg. Dus ik ga de plaklaag verwijderen allereerst. Naar beneden toe. Dus ook als jij bijvoorbeeld dit hebt gemaakt en je denkt, nou ik vind hem eigenlijk goed. Ik ga hem aflakken. Zorg wel dat je weer die plaklaag van de blusjes verwijdert, oké, okay, dus ik ga met, uh, met de vel ga ik eerst even de ronding van de nagel nalopen. En dan ga ik dus die gedeeltes hier aan de zijkant, eigenlijk bij het rubber beest, ga ik toch heel even zachtjes navijlen. Stephanie Auberg zegt, ik vind de blusjes echt mega hard om te veilen, dat ze daar echt moest, aan moest wennen in het begin. Nou, dat herken ik wel. Het is een heel ander bevoel dan een andere beelder in de baddel. Um, maar als je er eenmaal aan bent, werkt het echt, echt super. En ja, je hebt niet heel veel veilwerk natuurlijk. Nee, het is inderdaad, je kan eigenlijk gewoon een nagel zetten zonder... Uh, te hoeven navijlen. Uh, inderdaad, ik hoor dan wel eens bij de lessen dat mensen zeggen: Ja, het is wel qua uh, ter afrezen. Voor de opvulling is het natuurlijk wel heel anders uh, dan een building base. Maar eigenlijk, ja, maar een kunstnagel, uh, bijvoorbeeld met acryl, is weer heel anders dan een kunstnagel met gel of met power gel. Dus zo maak ik eigenlijk ook de vergelijking met de builders in de bottle die we hebben. Dus de rubber base is heel anders dan de fibercoat. En zo heb je dus ook de blushes. Dus dat moet je eigenlijk allemaal een beetje los van elkaar zien omdat het natuurlijk ook allemaal een andere formule is. Ik ga even aan die zijkant gedeeltes wat meer uh, gladder veilen. En ik blijf eigenlijk een beetje af van die blend aan de bovenkant. Dan zijn dat je bijvoorbeeld uh, jouw glitters, dus je hebt wat grovere glitters gebruikt en je hebt die bijvoorbeeld niet goed ingekept, dus niet goed ingepakt met rubber rubberbase clear. Um, dan kan je dus ook op dat gedeelte bijvoorbeeld heel zachtjes een veldje eroverheen halen of even een buffertje eroverheen halen, zodat het glad is. En wanneer je dan gaat aflakken met de topcoat, je dus niet zo'n spijkje krijgt die uitsteekt bij de cuticle. Cora van Dongen stelt de vraag, als je een dekkende blushnagel wil maken, moet je dan meerdere dunne laagjes aanbrengen of een dikkere druppel? Uh, in één keer aanbrengen. Maar dat ga je zo direct met je volgende nagel laten zien, hè? Ja, zeker weten. In principe kan je het allebei doen. Dat is hoe je zelf wil. Alleen ja, ik heb mijn techniek van het uh, bijna niet hoeven navijlen of niet hoeven navijlen. En dat doe ik eigenlijk dus in één keer, dus met een druppel. Oké, okay, ik heb de nagel dus nageveld en die ga ik even stof en vet vrijmaken. Dat doe ik weer met het pompje en prep en wipe. En daarmee maak ik dus heel de nagel mooi van het stof. En zo zie je al een beetje stiekem dat je denkt: oh, die kleuren zijn mooi. Wat ik dan altijd doe is even rond de cuticle. Dan pak ik de pusher. Ik heb hier mijn prep en wipe. En ik vul die pusher eigenlijk een klein beetje. Er zit hier een klein beetje prep in. Prep en wipe. En dat keep ik dan in beide nagelriemen en ik duw hem heel zachtjes aan. Dus ook daaronder is de stof weg en kan ik strakjes mooier lakken. In principe droogt het aan de lucht, maar omdat ik nu één nagel doe, zal ik hem even droog hebben. En dan kunnen we gaan aflakken. In principe ga ik hem nu aflakken met de blush top gel. Uh, je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld mat te lakken, dat is ook hartstikke mooi. Uh, je kan er een diamond dust overheen doen. Je moet er natuurlijk wel ervan uitgaan dat de glitter wat minder uh, zichtbaar wordt. Uh, je kan de mystical shimmers eroverheen doen. Ook heel erg mooi. Ik zou hier bijvoorbeeld een wat paarsig overheen doen. Maar hou er rekening mee dat het dan ietsje minder de glitter zichtbaar is. Maar dat is ook hartstikke uh, prachtig en natuurlijk allemaal mogelijk. Nou, men vindt dat echt een hele goede tip. Er zijn een aantal mensen die zeggen, nou, dat is echt een goede tip. Elvisa zegt dat, Davy zegt dat, Sylvia en uh, Jody zegt dat ook. Als je nou wil, Jody, dat ook jouw naam met jouw antwoord of je comment in beeld komt, moet je even naar de StreamYard-link, die je kunt vinden in de omschrijving van deze e-workshop. Moet je even op klikken, even toestemming geven en dan komt jouw comment ook hier met naam en toenaam en met een foto in beeld. En ieder ander ook natuurlijk. Wat ik doe altijd met de topcoat, is ik pak eigenlijk mijn eerste laagje. Uh, ik lak eerst de hele nagel. Even het stofje weghalen. Mijn voetstick is echt mijn lijfsaver. Het grappige van die chameleonflex is, nu je die nagel zo een beetje naar beneden gericht houdt, lijkt het een beetje gelig daar bij de cuticle. Maar als je hem rechtop houdt, dan zie je die paarse vonkeling beter, hè? Ja, inderdaad. Ja, Dan zie je hem veel beter. Ik ga deze er nog even uithalen. Zijn er nog leuke vragen voor Pijn? Ik heb wel uh, een opmerking van Elvira. Of dit ook met de polish corrector kan, dat terugduwen van die nagelriem, denk ik dat ze bedoelt. En zo dat wat losser maken. Maar dat zou natuurlijk ook een mogelijkheid zijn. Hè? Dat werkt ook. En uh, Cora van Dongen zegt: Ik heb, ben helemaal fan van de Precession Cuticle bit. Ja, heerlijke bitjes zijn dat. Hè? Ik deel die mening. En uh, ik heb hier ook iemand, en dat is Jesse Jessie Meijers. Ik heb aanstaande donderdagavond training voor de blushes. Nou, heel erg veel plezier. Nou, dan ben ik wel weer bij. Oh, ik kan in de tussentijd wel eventjes, eventueel vertellen aan jullie wat het huiswerk is van Sylvana van vanavond: het huiswerk wat je moet doen zodat jij je certificaat kunt krijgen voor deze workshop, terwijl even die nagel uit aan het harden is. En dat zien jullie hier in beeld. Dat is namelijk, maak vier verschillende variaties van op de blush babyboom met glitters. Dus vier verschillende variaties, dat mag babyboom zijn of dat mag met glitters, van deze techniek die we dus vanavond aan jullie laten zien. Nou, als je dat doet, vier mag dus ook op Pops. Hoeft niet op jezelf, hoeft ook niet op modellen, maar gewoon mag ook op Pops. Dan kun je ze ook in de salon neerleggen zodat ze kunnen kijken, je klanten kunnen zien: hé, hey, dat is leuk, hangen we meteen een prijskaartje aan. Hè? Dus deze Glitterboom kost gewoon 3,5 euro extra. Meteen doen, want dan zien ze dat en dan denken ze meteen: Oh, dat is leuk. Ja. Um, nou, doe je dat, heb je natuurlijk weer te maken met de regels. En dit zijn de regels: Je hebt twee weken de tijd tot 7 februari. Je stuurt je huiswerk in via de link die je kunt vinden in het album. Van deze, um, dat staat hier verkeerd: Valentine Cartoons. Dat is natuurlijk het album van vanavond: hè? De Ombre met de Babyboom en de Glitters. Doe je dat, heb je twee weken de tijd, de trainer neemt contact met je op wanneer het niet klopt, of tenminste wanneer je nog een herkansing krijgt, maak ook wat foto's step-by-step step van je huiswerk, zodat we ook kunnen controleren dat het ook daadwerkelijk door jou is gemaakt. Heb je dat gedaan, maak je ook nog kans op een hele mooie prijs, en die zie je nu in beeld. Dat is het Ombre Tool, het Fluffy Brush, de Blush Brush, een blush naar keuze, dus een blush kleur naar, dat is lastig om te zeggen, een blush kleur naar keuze, en de white powder, boom. White powder, boom. En daarmee, dat is natuurlijk de prijs waarmee jij lekker aan de slag kunt gaan. Nou, ik denk dat we misschien eventjes een sidestepje moeten maken terug naar de demotafel. Ja, inderdaad. De nagel is bijna uitgehard. Ik denk dat ze er wel kan uitkomen. Dan kunnen jullie gelijk zien naar het eindresultaat. We hebben hier dan de hele schattige glitterboom. Je ziet dat de blend dus heel mooi is. En dat die glitters echt een hele leuke combinatie zijn. Ze zijn wat uh, meer blauw-paarsiger, maar ik vind dat heel erg schattig. En dat kan gewoon zeker weten van dat roze. Heel leuk. Heel erg. Creepy. Ja, toch? Ja, ik ben benieuwd eerder. wat jullie er allemaal van vinden. En ik denk, ik hoop dat jullie thuis ook al gelijk denken: oh ja, dan kan ik het met die en dan kan ik het met die glitter. En dan ga ik het bij die klant doen. Of dan ga ik het bij mezelf doen. Want zo denk ik altijd als ik dan weer iets voorbij zie komen. Ja, over het huiswerk heb ik nog wat vragen. Men wil graag nog even een screenshot maken van het huiswerk. Dus misschien kan ik even aan de regie vragen. Hier zien jullie het huiswerk nog een keertje staan. Zullen we even aftellen? Traditioneel. Drie, twee, een screenshot. Nou, als je dat dus wil, je hebt dan nu het screenshot-momentje gehad. Dan uh, heb ik daar nog wat vragen over. En die gaan we even doornemen. Bijvoorbeeld, Stephanie Auberg vraagt. Als je nou nog niet heel veel verschillende kleuren van de uh, blushes hebt. Zou je dit dan met een gel-polish kunnen doen? Bijvoorbeeld die Baby roze uit de Springcollectie van vorig jaar. Ik weet even niet meer hoe die heet. Dat denk ik wel, hè, dat dat mag. Ja, je kunt in principe wel, bij een babyboom kan je daar sowieso mee maken. Voor de glitterboom is het natuurlijk iets lachtiger. Want je maakt eigenlijk met een uh, builder gel, maak je een blend. En um, ja, je kan niet, je moet sowieso iets gaan bouwen. Dus ja, je, dan denk ik oké, okay, met wat gaan we dan bouwen? Met een rubber-based kleur misschien. En dan een gel polish er overheen. Dat kan, alleen een gel polish is best wel gepigmenteerd natuurlijk. Dus krijg je die mooie kleur uh, overloop? Of wordt het eigenlijk een soort van hele rare verfmix? Dus ik zou zeggen, probeer het uit. Um, maar als je bijvoorbeeld zegt, je bent met je huiswerk en je denkt, ja, vier verschillende dingetjes. Ik heb maar één kleur blush. nou dat maakt niet uit. Want je hebt, denk ik, vast wel verschillende kleuren glitters. Dus dan. Uh, kan je vier mooie, um, stel dat je zegt ik heb vier's, nou dan heb je vier, vier combinaties met vier's. Uh, Amy Berens vraagt: maak je vier pops of vier setjes met de glitterboom? Nou, vier pops, hè? Ja, inderdaad. En er staat bij het huiswerk: uh, met de colorboom en met de babyboom. Je kan het combineren als je natuurlijk wil. Maar je mag ook gewoon een kolderpop uh, met een glitterboom en eentje los met een babyboom. Eigenlijk zoals wat ik vanavond ook ga laten zien. Dan nog over jouw daadwerkelijke demo van toen net. Want je vroeg natuurlijk, wat vinden jullie ervan? Stephanie Alberg zegt, nu die is afgelakt, is de blend veel minder hard. Ze vinden het echt mooi. En Milene zegt, mooi, mooi, superleuk. En slaat enorm aan in de salon. Verkoop het heel erg veel. En dan heb ik ook nog een vraag, krijg je hier een certificaat voor? Het is mijn eerste... E-workshop. Ja, zeker. Moet ik even kijken, Amber van den Heuvel. Je krijgt een certificaat. Als jij je huiswerk instuurt en het wordt goedgekeurd, dat huiswerk stuur je dus in via de link die je kunt vinden in het album. Albums boven in de Neil Talk Live Groep, daar klik je aan en dan zie je deze e-workshop. Klik je die aan, dan heb je de foto en als je dan op de comments bij die foto klikt, vind je daar de, waar je het huiswerk moet insturen. Vind je ook nog even de huiswerkregels en ook welke prijs je kunt winnen. En um, er wordt ook nog gevraagd: is het heel erg als je geen flakes hebt? Ik heb wel gewone glitters. Nou, dat mag ook gewoon, hè? Ja, zeker. Weet je mag echt. Trek die la open, kijk wat er allemaal ligt. Alles wat glittert, kan erin. Behalve als je echt, uh, ja, bijvoorbeeld crystals, dus echt steentjes, dat zou ik er dus niet in doen. Maar echt alles wat glittert, kan er gewoon in. Wat heel leuk is, bijvoorbeeld gold. Um, echt een beetje die uh, gouden folie zou erin kunnen. Echt die gold flakes is hartstikke leuk. Uh, Door normale folie kan je er bijvoorbeeld ook in doen. Uh, dus ik zou zeggen, trek die la open en kijk allemaal wat er glittert. En dan uh, kan je het erin doen. En dan heb ik nog de vraag van Floor. Moet het met één kleur blush in vier verschillende stijlen. Nee, het mag met één, blur, één kleur blush. Je kunt ook vier verschillende kleuren gebruiken. Maar je moet het wel een beetje opbouwen. Dus mocht je niet blush daarvoor gebruiken, zou je ook de cover Building Base kunnen gebruiken. Je zou bijvoorbeeld ook fibercoat kunnen gebruiken. Maar die zijn wel allemaal net wat dekkender vaak dan de blushjes. Je wil die transparantie natuurlijk hebben. Hè? Dus uh, beide, of het is allemaal mogelijk. Het is gewoon helemaal your game is on zeg maar en eh, ja dat was het bij mij weer ik zie dat ik mijn computer weer vastloopt dus we gaan terug ja waar ben jij we gaan terug nou ik heb deze nagel dus natuurlijk af en we gaan naar de volgende nagel uh, we gaan natuurlijk de mooie babyboom maken met de babyboom uh, maar ik ga natuurlijk allereerst een blush nagel opbouwen dus ik heb ook bij deze nagel heb ik alvast een combi manicure toegepast. En dan ga ik de nagel um, weer stof en vetvrij maken. Ik heb de nagel al opgebuft en in vorm geveld. Voordat jij die nagel gaat zetten. zetten ik werd even afgeleid doordat mijn computer Tuurlijk. vastliep. Ik moet toch even wat meer vertellen over de aanstaande workshops. Want anders sla ik dat helemaal over en dan heb ik straks heel veel te vertellen in één keer. En dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Ik pak mijn papier er even bij. Toch wel handig, hè? af en toe een geprinte versie. Aanstaande maandag hebben we natuurlijk ook weer een e-workshop voor jou. En dat is met Jessica Patberg. En het thema is dan Valentine Cartoon. Cartoons. Dus cartoons in Valentijnsdagstijl. Dus kan me zo voorstellen: hartjes in de oogjes. Nou, helemaal schattig, helemaal leuk. Dus zeker de moeite van meedoen. Dan hebben we in de maand februari nog veel meer e-workshops voor jullie. Zo hebben bijvoorbeeld op 7 februari, maandag 7 februari, Selina Verbeek van onze vestiging in Weert, en zij komt vintage flowers laten zien. Ik ben gek op bloemen, ik ben gek op vintage, ik ben ook gek op Selina, dus het wordt een ontzettend leuke avond. Op 14 februari hebben we ook weer een e-workshop en die is met Deborah. En die heet Play With Inlay. Play With Inlay. We gaan niet alleen rijmen die avond, maar we gaan ook leuke inlay nagels maken. De week erop is het de allereerste keer dat Brenda bij ons in de show is. Want ben, Brenda, die natuurlijk bekend is als collega van Syriza, heel vaak als model is meegegaan. En ook trainer is bij MF Academy. En zij gaat een pimped swirl inlee maken met ons. Het nou, betekent dus twee keer inleeën op de maandagavond. De ene is natuurlijk Deborah, babam, en de andere is Brenda. Dat zal ook wel redelijk babam worden. In ieder geval hartstikke leuk. En we sluiten de maand februari af... Met Michelle Taribouca en dat is een workshop die heet All About Roses. Dus rozen in verschillende technieken, nail art technieken, in de nagel, op de nagel, tussen de nagel, onder de nagel. Ik zag dat er ook iemand zei in de comments, ik had gedroogde bloemetjes bij mijn cuticle gedaan, nou het zijn geen gedroogde rozen, want die passen niet helemaal in die nagel, maar het wordt wel een hele leuke nail art. Dus in de komende maand twee technische workshops en twee nail art workshops. En in het begin van februari ga ik dan weer bekendmaken wat we in de maand maart allemaal voor jullie gaan maken. Mochten jullie nou ideeën hebben voor specifieke e-workshops of ideeën voor, voor uh, inhoud voor de show op de woensdagavonden, laat het ons weten. Laat het mij weten via een persoonlijk bericht. En dan zal ik mijn best doen om dat erin te verwerken. Want soms is het heel fijn om ook van jullie inspiratie te krijgen, natuurlijk. Misschien denk je na vanavond. Oh, ik zou het wel leuk vinden om een echte workshop van Silvana te doen. Nou, we hebben binnenkort weer een aantal lessen van Silvana gepland staan. Dat is namelijk op 14 februari de Blush Glitter. Babyboom les. Dus eigenlijk deze les, maar dan in het echt, dus echt fysiek. Dat is op maandag 14 februari. Op 17 februari een social media training in Soesterberg. Nou, ook super interessant, want Sylvana is natuurlijk ontzettend actief op social media. En ja, ik leer iedere keer heel erg veel als ik met Sylvana aan het praten ben. Het gaat soms wat snel, maar dat stimuleert de kleine grijze celletjes ook om lekker snel bezig te blijven. En op 4 maart heb je de kans om bij Sylvana de Advanced Blush-opleiding te doen. Dat is een opleiding van vier dagen, hè, Sylvana? Ja, dat is een vierdaagse opleiding voor nagelstylisten. Uh, dus hè, als je dus al bezig bent als nagelstyliste, dan kan je dus uh, bij de advanced training, je kan al je vragen kan je bij mij neerleggen. Uh, ik ga je natuurlijk jou mijn manier van werk laten zien. De advanced techniek. Maar ook voor degene die nu kijken en denken, ik ja, ben eigenlijk nog geen nagelstylist En ik kijk gewoon gezellig mee. Er is ook een blush training. Um, om terug te komen bij de uh, Glitterboom en Babyboom Workshop. De Babyboom gaan we dan echt met uh, de blush gels maken. Dus dat gaan we niet met de poeder doen. Wil ik best laten zien natuurlijk. Uh, maar die gaan we dus ook echt, de uh, Dreamy gaan we gebruiken. Dus we gaan hem echt gel in gel gaan we hem blenden. En voor de Social Media Workshop, als jullie mij nog niet volgen op Social Media, Niels bij Silvana, maak een fotootje dat je uh, in ieder geval kijkt, want dat zou ik heel leuk vinden en dat kan ik natuurlijk weer delen. Ja, ik heb een vertraging op mijn, op mijn telefoon. Ja, ik heb hier en mijn computer en mijn telefoon. En ik ben nu naar beide aan het kijken om te zorgen dat ik al jullie comments wel zie. Want als je niet gebruik maakt van StreamYard, dan zie ik je naam niet in de computer bij de comment. Dus dan moet ik je naam opzoeken op mijn telefoon. En zo ben ik steeds heen en weer aan het schieten van alles. Um, Stephanie Auberg zegt: Ik ben super benieuwd naar die poeder. Lijkt me geweldig. Um, Diana Alers zegt ik zou een, een echte manicure heel leuk vinden, dus scrub, masker, massage, een ferment momentje met seduction. Ik schrijf hem lekker op mijn notities. Ik zag ook al iemand die zei ik zou graag koffinagels zien. En uh, ja, voor de rest ben ik volgens mij wel weer bij. Dus ik denk dat we dan maar naar uh, de volgende applicatie moeten gaan. Ja, we gaan naar de Baby Boom. Ik ga de nagel dus nu met Prep and Wipe even ontvetten. Zoals ik al zei, ik heb natuurlijk de combi manicure toegepast. Met dat, uh, wat ik net liet zien met de pusher. Die kan je natuurlijk ook vooraf doen. Dus die doe ik een beetje vullen met prep. Je moet natuurlijk niet heel veel prep gebruiken. Nee, niet hè? heel veel. Want het is wel enigszins dehydraterend. Aangezien je natuurlijk ook die nagels doet, dan kan dat natuurlijk een beetje opdrogen. Uh, ik gebruik zelf de Precision Pusher, voornamelijk voor de natuurlijke nagels. Um, omdat dit gedeelte is een heel stuk dunner um, dan de uh, Pusher die uh, al in het collectie was. Um, dus dit vind ik heel erg fijn om te gebruiken uh, voor de Natural Nail Treatment. Oké, okay, dan ga ik nu een, de primer aanbrengen. En de primer is dus nu alleen genoeg, dus ik hoef niet verder een base aan te brengen. Stel nou dat iemand een hele beschadigde natuurlijke nagel heeft, kun je er dus ook voor kiezen om bijvoorbeeld hier een protector onder te doen. Dat uh, kan zeker weten onder de blusjes en dat is ook een goede voor de hechting. Oké, okay. nu ga ik de nagel opbouwen. Dat ga ik nu doen met de kleur Bossy. Aangezien Seriesa natuurlijk een wat donkere huidtint heeft, vind ik deze kleur heel erg mooi uh, bij haar staan. En voor dadelijk ook voor de babyboom natuurlijk. Wat ik ga doen is ik ga eigenlijk één kant, ik maak eigenlijk altijd eerst dat stokje helemaal schoon. Stokje klinkt altijd zo gek. En ik maak één kant van mijn kwastje helemaal schoon. En met dat andere kwastje pak ik eigenlijk een beetje product op vanaf de zijkant. En daarmee kan je dan de nagel gaan opbouwen. Wat ik ga doen is ik begin eigenlijk bij de cuticle. En daar ga ik eerst nog even een laagje lakken. Voordat ik begin met opbouwen. Dus ik ga eerst even een laagje lakken en daarna ga ik mijn bolletje pakken. Dus ik zorg eerst dat ik een klein laagje heb. Eigenlijk wat ik net met de rubber base heb gedaan, een dun laagje lakken, dat doe ik nu eerst met de blusjes. En dan mag die eventjes voor 30 seconden onder de lamp. Um, waarvoor doe ik dit en ga ik niet gelijk bouwen? Um, omdat ik toch wil dat ik straks een wat uh, fijner zwemlaagje heb. Uh, waardoor de blush dat bolletje eigenlijk dat mooi kan gaan egaliseren over de nagel heen. De net bij de glitterboom had ik natuurlijk het uh, laagje rubber base liggen, uh, die als zwemlaagje diende. Uh, dus nu heb ik dan dat laagje blush eigenlijk. Nou, wat ik wel leuk vind om even in de tussentijd te doen. Want ik krijg een uh, opmerking. Ik krijg heel veel ideeën voor leuke workshops van jullie binnen in de comments. En die schrijf ik ook allemaal op. Manicurebehandeling, koffiebehandeling, snelle art voor, voor de wat oudere dames. Erneels diamant, neelart op bijvoorbeeld de blusjes. Maar ik had ook van iemand, wilde graag IRECIFE een workshop van mijzelf. Nou, ik zal kijken eerst wat ik kan doen voor je. Maar ik heb ook een opmerking van Samantha Phoenix. Een workshop probleemnagels zou fijn zijn. Een haviksnagel of een hamernagel of een nagelbijter. Nou, dat gaan we niet op de maandagavonden doen. Maar vanaf het nieuwe seizoen, dat start op 9 maart, gaan we iedere avond in het teken stellen van een specifiek probleem. En hoe los je dat probleem op in de loop der tijd? Dus hoe zet je bij een haaksnagel een nieuwe nagel er correct op? Hoe behandel je dat na een aantal weken na? En wat doe je nou als die nagel helemaal naar beneden is gegroeid? Dat vergt namelijk heel veel voorbereidingen, daar zijn we ook al druk mee bezig, zodat we op de avond in de Nail Talk Live Show je door al die stappen van die behandeling mee kunnen nemen. Dus de klant komt terug, die nagel groeit even, nog verder naar beneden. Hoe corrigeer je dat dan? Moet je dat iedere keer afknippen? Nou, et cetera, et cetera, et cetera. Dus Samantha, ik vond het leuk om dat even te benoemen, want daar zijn we al druk bezig mee bezig achter de schermen. Uh, Elvira, jij zegt, ik heb een klant waarbij de blushes niet blijven zitten. Wat zou dat kunnen zijn? Gebruik je de blush Bond wel? Is dan mijn vraag. Um, ik heb ook iemand die staat gewoon mee te kijken tijdens het douchen. En even kijken, ik, in het nieuwe seizoen. Um, de winnaars zijn nog niet bekendgemaakt, Priscilla. Die ga ik zo direct in het volgende blokje ga ik de winnaars bekendmaken. Skischansnagels is natuurlijk ook een goede. En... Um, nou, en ze, ik heb ook iemand die zegt die zou graag wat met blooming gel willen zien. Dat is Francis. Francis, ik schrijf het op. Nou, dan denk ik dat we nu wel weer terug kunnen gaan naar zil. Ja, het uh, laagje, dat zwemlaagje, dat dunne laagje blushje is nu uitgehard voor 30 seconden. En nu heb ik dus mijn uh, bolletje op mijn kwastje liggen. Dus je ziet hem al een klein beetje hangen. En wat ik nu ga doen, is ik ga dus op die laag, die is wel uitgehard voor 30 seconden, ga ik eigenlijk een beetje bij de cuticle neerleggen en ik stuit er heel zachtjes eroverheen. En ik zorg dat ik wel een beetje contact blijf houden. Daarna ga ik hem mooi naar voren trekken. En zo ga ik hem eigenlijk van links naar rechts begeleiden over de nagel heen ik blijf altijd een klein beetje uit die zijkanten zodat ik die strakjes eventueel met de brush kan uh, bewerken tot helemaal aan het begin van de nagel dan zie je dat de zijkant daar ligt nog niet zo heel veel product dus dan kan ik een beetje bijpakken van mijn palet en die kan ik dan aan de zijkant. Kan ik daar nog wat gel neerleggen? Dat kan ik ook aan de andere kant doen. Zoals dus jij zoiets hebt van: Oh ja, ik ben bezig en ik voor mijn gevoel. Um, vind ik hem best wel bijvoorbeeld naar beneden of naar de zijkant te lopen? Dan kan je er dus voor kiezen. Om... Sorry, Sil, ik moet even iets tegen de regie zeggen. Ik ben uit hard gegooid. Ik zie nu mezelf op het beeld. Terwijl... Dus ik weet niet of, of de kijker nu in mij gaat zitten bekijken. Nee. Oké, okay, okay, dan is het goed. Dan hoef ik niet in te stress. We gaan weer door met jou, Sil. <laughs> Terwijl er stress was, um, liep mijn uh, blushbolletje ook een beetje naar de zijkant toe. Dus vandaar ga ik hem weer helemaal omdraaien. Ik kijk vanaf de zijkant. En als het goed is, zien jullie nu ook vanaf de zijkant. Dan ga ik hem beetje naar beneden houden. Even kijken of we dat goed kunnen zien. Even kijken hoor. Je ziet hier eigenlijk een beetje een bolling. Echt hier zie je een beetje een druppeltje komen. Dus die duw ik eigenlijk dan naar beneden toe. Die zeg ik. Ja, kom maar. Kom maar mee. En zo trek ik eigenlijk die gel mooi naar het midden toe. Ik ga nu de vinger goed recht houden. Zorg dat je die vinger ook echt recht houdt. Die hand moet goed recht staan. Soms doen mensen het een beetje half, maar dat betekent ook dat jouw bolletje eigenlijk ook dan half een beetje beweegt. En je kan hem zo goed gaan begeleiden. Nu doen we hem weer recht. En dan zie je dat hij eigenlijk heel mooi gelopen is. Dan kan je hem nog een beetje perfectioneren. Dus bijvoorbeeld iets meer richting de cuticle leggen. Eventueel een klein belletje. Kan ik weghalen. En daarvoor vind ik dit penseel ook heel fijn, omdat je dus zo die kleine stukjes mooi de gel kan begeleiden. Dus ook bijvoorbeeld als jij de commimanicure gedaan hebt, kan je hem heel strak bij de nagelriem leggen. En in de tijd dat ik nu dus bezig ben, betekent het weer dat ik heel even zo ga omdraaien zodat het gel in plaats van aan de zijkant mooi in het midden kan. Ik noem het altijd: soms heeft hij een beetje van die hangmangetjes. Wat hamsters altijd hebben als ze heel veel uh, nootjes eten. Dat wil je natuurlijk niet hebben op een nagel. Dus dan gaan we de vinger weer even omdraaien. En dan laten we eigenlijk de zwaartekracht een beetje zijn werk doen. Dus je kan er ook voor kiezen: als het bijvoorbeeld te veel op de top is, dan doe ik de vinger eigenlijk ietsje omhoog. En dan kruipt hij vanzelf al naar beneden. Ik Pardon? heb een vraag mm -hmm. uh, van Sylvia: hoe doe je dat? jezelf je hand omdraaien en bolletje op zijn plek. Nou, ik denk dat dat Sylvia relatief eenvoudig is, want je bent daar jezelf bezig. Je houdt hem ondersteboven, je kijkt zo, en als je iets moet corrigeren, pak je hem gewoon weer zo. Je houdt hem weer zo. Weet je, of niet die hand steeds te draaien, want het is jouw eigen hand. Toch? Ja, inderdaad. Ja, ik vind het eigenlijk ook op mijn eigen hand best wel makkelijk, uh, omdat ik, ja, je hebt gewoon, je kan precies zien of je goed recht zit. Dat maakt het eigenlijk best wel makkelijk. Dat blushpenseel, hè, vraagt Linda Klomp. die kun je ook voor andere gels gebruiken? Hè? Ja, zeker weten. Die kan je gebruiken bijvoorbeeld om je rubberbase op zijn plek te leggen, buildingbase, uh, fibercoat. Dat kan je allemaal gewoon gebruiken. Ja, zeker weten. Oké, okay. dan na het terugdraaien kijk ik even of alles mooi op zijn plek ligt. En dan kan ze onder de lamp. Anderhalve minuut. Om terug te komen op het blushpenseel, wat ik altijd tegen mijn cursisten zeg, is koper Twee. Want wat je met het ene kan doen, is dan kan je de uh, uh, gel dus gaan bewerken. Eigenlijk wat ik net heb gedaan. En met het andere penseel kan je dus gebruiken om bijvoorbeeld een French te schilderen. Um, want dat hebben we natuurlijk ook in de advanced training en ook in de Basis training. Gaan we dus ook een Tin French schilderen. Um, dus ik zeg altijd, ja, één heb je echt voor je blush gel. Dus echt je gels, of bijvoorbeeld voor een rubber based gel. En de ander doe je dus echt meer voor gepigmenteerde nail art. Dus, um, dus die gebruik ik om French te schilderen of als iemand... Uh, een swirl met liner gel, dan doe ik dat ook met dat penseel, Dus ik heb echt twee verschillende blushpencelen. Ik ben benieuwd wat fijn allemaal voor leuke vragen krijgt. Nou, Ik probeer het een beetje bij te houden, maar die computer die slaat een beetje op hol af en toe. Nou, Davy vindt het in ieder geval prachtig om te zien hoe je met de blushjes aan het werken bent, dat het zo mooi uitvloeit. Er vroeg iemand of we ook nog een e-file workshop doen. Uh, hier hebben jullie ook een e-workshop met de freesen, met de bitjes? Ja, die hebben we. We doen echter niet de combi-manicure. Daar hebben we geen e-workshop van. En dat doe je ook met bitjes natuurlijk. Omdat je daarvoor echt naar een fysieke les moet gaan. En uh, je kunt alles terugvinden hè, als je dat wil. Ga gewoon naar YouTube, naar Magnetic Neil Talk. Magnetic Neil Talk op YouTube. En dan vind je playlists boven in de pagina. Als je die playlist aantikt, kun je precies terugzoeken wat we allemaal hebben. De e-workshops staan anders gerangschikt. Dus je kunt op trainer zoeken. Het is echt een super makkelijke zoekfunctie. Dus als je nou een keertje tijd hebt, neem de tijd en ga kijken op YouTube. Dan nog van Janti, die vraagt, en bij de blusjes kun je toch ook de gewone bond gebruiken? Ja, zeker kan dat Janti, dat, dat is ook geen enkel probleem. Wel altijd de bond gebruiken. Wanneer komen de handschoenen weer op voorraad? Ja, handschoenen, het is gewoon verschrikkelijk op het moment. Ik weet, ik, weet het, ik, ik, ik weet het niet. Ik weet ook eigenlijk niet of ze nu op voorraad zijn. Ik kan je dat antwoord niet geven. Ik zal het even navragen. En hij blijft weer hangen. Um, is er ook een blush training zonder co combi manicure? vraagt Stephanie Aalburg. Nou, toevallig dat ik daar vandaag al eerder over heb gehoord. Dus ik ga er even een, een opmerking van maken. Zonder combi. En dan kan ik daar eens kijken naar of we daar iets mee kunnen. Hè, Sil? Ja, zeker weten. Kunnen we inderdaad naar gaan kijken? Ja, ik blijf gewoon weer vast. Ik, sto ik stop met Streamnaar. Ik stop er gewoon mee. Ik kan jullie comments niet meer aanraken, want ik, ik, ik krijg ze niet meer weg. Dus uh, we gaan gewoon lekker door. Nou, ik heb de nagel dus, uh, hij komt dus uit de lamp. Dus de plaklaag zit erop. En je ziet eigenlijk dat hij gewoon heel mooi egaal is. Dat ik geen deukjes heb. En dat is dus ook door middel van dat omdraaien. Als we misschien een beetje naar de zijkant kunnen draaien, dan zie je eigenlijk hoe mooi de bolling is. Um, hij loopt echt heel mooi in het midden. En ook aan de voorkant van de nagel zie je eigenlijk dat hij wat meer transparanter is. En ook bij de cuticle. En dat maakt het dus dat ik het, dit een hele mooie kleurcombinatie vind. Voornamelijk ook voor Sarissa, dus. We werken trouwens voor degenen die benieuwd zijn met Bossy of die wat later ingetuned zijn. Dit is dus de kleur Bossy. Dit is een van de donkerste kleuren. Maar vind ik echt heel mooi met de Baby Boom of met een French natuurlijk. Oké, okay, ik ga de plaklaag nu verwijderen. Dat ga ik weer met prep en wipe doen. En ik zorg goed dat het overal goed verwijderd is. Ook als je de blush gaat aflakken en je wil bijvoorbeeld geen babyboom doen, dan verwijder ik nog alsnog goed de plaklaag. Als je de plaklaag bijvoorbeeld niet goed verwijdert, dan kan het zijn dat de topgel een beetje gaat terugkrimpen. Dus wat gebeurt er aan de uh, ronding van de nagel, dus aan de cuticle en maar ook aan de zijkant van de nagel, gaat de topgel eigenlijk een beetje naar boven um, uh, kruipen, waardoor er eigenlijk aan die gedeeltes, dus bij de cuticle aan de zijkant en aan de voorkant, zit geen uh, topcoat op de blush heen. En dat kan er dus voor zorgen dat het een beetje, uh, ja, toch vuiligheid kan gaan aantrekken. Uh, maar ja, je ziet ook eigenlijk een soort van, ja, opengetrokken gedeeltes. Dus zorg altijd dat je bij de blushes goed de plaklaag verwijdert. Oké. Okay. Ik ben benieuwd of iedereen thuis Um, al een beetje aan de slag is gegaan met uh, babyboompoeder. Ik zal de comments voor je in de gaten houden. Als het lukt. <laughs> Oké, okay, dan ga ik de babyboom ga ik maken op een matte ondergrond. Dus ik gebruik de Extreme Mat als ondergrond. Dat betekent niet dat de nagel dus mat wordt. Dat kan als je het leuk vindt. Maar we gaan hem strakjes gewoon weer glanzend aflakken. En ik ga dus overal goed de top gel aanbrengen. Ook goed bij de uh, cuticle, ondanks dat de, dus de babyboompoeder gewoon aan de voorkant van de nagel komt te liggen. Er wordt voor de tweede keer gevraagd wanneer de Zeon uh, Protect weer op voorraad is. Ik ga dat zo direct beantwoorden. Ik heb van tevoren natuurlijk mijn uh, mat goed geschud. En nu ga ik de mat uh, goed uitharden. Um, ik hard hem uit voor ongeveer 30 seconden. Dus ik ga hem niet volledig uitharden. Ik ga hem 30 seconden uitharden. Amber, Amber van den Heuvel vraagt: waarom een matte ondergrond? Uh, matte ondergrond, daardoor wordt de babyboom dus een stuk mooier en gaat hij een stuk beter pakken. En maakt het uit of je de matte gebruikt of de extreme mat? Uh, nou, ik werk in principe met de extreme mat, dat vind ik fijner. Daardoor pakt hij hem goed, maar je kan het inderdaad ook met de mat proberen. Um, wij hebben hier de twin light, dus dan doe ik hem ietsje korter. Voor de twin light doe ik hem ongeveer ja, rond de 10 seconden. Heb jij niet zo'n sterke lamp, dan zou ik ongeveer 30 seconden doen. Ik zou hem eventjes aankijken uh, hoe goed die uh, poeder pakt. Uh, maar zorg ervoor dat het gel moet altijd een beetje uh, niet helemaal uitgehard zijn. Daardoor gaat de poeder toch iets beter erin zitten. Dus voor een twin light ietsje 10 seconden. En als je een andere, uh, wat misschien wat zwakkere lamp hebt, zou ik hem 30 seconden doen. Dan ga ik de poeder pakken. Het is zo wit dat je bijna. Oh ja, nu zie je het goed. Wat heb ik nog meer? Ik heb de fluffy brush heb ik bij de hand. Je ziet dat ik hem al vaak gebruikt heb. <laughs> en ik heb een powdersponsje. Dat is uit deze kit. Dat is uit de ombre en pigment tool. Sommige hebben een beetje een, ja, hoe noem je dat? een klein puntje daaraan en andere zijn platter. In principe kun je ze gewoon allebei gebruiken. Ik heb nu toevallig deze. Uh, zorg ervoor dat hij wel schoon is. Dus als je dit bijvoorbeeld gebruikt voor, hè, om pigmenten in te poetsen, zorg echt dat je een schone hebt. Anders krijg je, denk ik, een beetje een glitter babyboom. Je kan het uitproberen. Maar uh, voor echt een mooie witte babyboom gewoon een schone hebben. Oké, okay, wat ik nu ga doen is ik ga die fluffy brush ga ik dus een beetje deppen in die poeder. Ik tik hem een klein beetje af. Niet dat ik te veel eraan heb zitten. En er zit eigenlijk op één kant van die fluffy brush zit voornamelijk de poeder. Zoals je ziet zit die hier aan deze kant. Wat ga ik doen? Ik ga dus op dat gedeelte waar ik die babyboom wil hebben, ga ik hem eigenlijk een beetje stempelen. Je ziet ook dat ik mijn vinger een beetje op die fluffy brush hou. Dus ik stempel hem eigenlijk op die gedeeltes waar ik hem wil hebben. Ik tik hem heel eventjes af hier naar beneden, want anders heb ik bijvoorbeeld te veel. En hoe maak je dat schoon, uh, zo'n zo fluffy brush? Ik denk dat dat de vraag is van Floor. Hoe maak je dat schoon? Of koop je een nieuwe bewaren per kleur? Nou, Floor, je kunt dat in principe gewoon heel goed aan een uh, plakroller bijvoorbeeld schoonmaken. Of even zo uh, aftikken als je hem maar gewoon puur en alleen voor je pigmenten gebruikt. En natuurlijk zorgen dat er niet te veel natte gel in je product of in je uh, fluffy brush zit. Het zoeken naar de juiste uithardingstijd in deze, dat moet je echt even zelf doen. Dus het is heel erg afhankelijk van je lamp. Hoe snel die lamp reageert, een lamp hier in de studio worden natuurlijk maar weinig gebruikt, alleen maar tijdens demo's. Dus die worden minder veel gebruikt dan een, een lamp in jou in het salon, die daardoor misschien wat meer tijd nodig heeft. Dat is even zoeken. Dat is voor de trainers ook altijd even zoeken als ze hier zitten, natuurlijk. Oh, die sponsjes. Die sponsjes kun je gewoon aan de, de kledingroller schoonmaken, geloof ik, toch? Dus ja, zeker weten, ja, die kan je aan de kledingroller schoonmaken, inderdaad. Ja. Oké, okay, ik heb nu eigenlijk heel grofweg een beetje in een lijn neergezet. Je kan dus kiezen: van oké, okay, wil ik een kleine babyboom. En dit heb je, je, je allemaal met de, de Fluffy gedaan? Ja, dat heb ik eigenlijk allemaal deppend met de Fluffy Brush gedaan. Ik heb hem daarna eigenlijk eventjes schoon getikt, of je kan hem bijvoorbeeld even naast je tafel aftikken, zodat er dus weinig product op zit. En dan ga ik dus eigenlijk zachtjes met die kleine haartjes ga ik die blend een klein beetje aaien. Dus ik ga op die blend ga ik hem eigenlijk een klein beetje zachtjes aaien. Zodat het dus niet bijvoorbeeld een strakke lijn wordt. Oh ja, heel zachtjes. Dit werkt natuurlijk wel, hoeft uh, niet als je, als je echt een hele felle babyboom wil. Je weet wel echt wit en roze, je weet wel een echte kinky babyboom. Wel kun je dat waarschijnlijk toch beter met powergel doen hè? Ja, dit is echt voor een hele zachte en lieve babyboom is dit. Maar als je inderdaad zegt, ja, ik wil echt een harde en gewoon een stoere babyboom, ja, dan zou ik, weet je, dat, het maakt het toch anders met een poeder. Uh, dus hou er rekening mee dat het er bijvoorbeeld niet uitziet als een, met, of een babyboom met acryl, of met gel, of met power gel. Het blijft echt een powderboom eigenlijk. Hoewel, de mooiste babyboom krijg je natuurlijk gewoon met Air nails. Klaar! Ja, ja, het gaat wel snel hoor. Sarisa is het er niet mee eens. Sarisa is het er niet mee eens, was ook een grapje natuurlijk. Maar met liefde zachtjes doen. Ja, met ik hiel hoor ik in mijn oor. Nou, daar hebben we het een andere keer nog wel over. Oké, okay, nu heb ik dus die blend een klein beetje wat zachter gemaakt. Nu ga ik dus met dat sponsje nog eventjes op die blend deppen. En dat probeer ik eigenlijk voornamelijk op die, uh, ja, op die scheidingslijn, dus op die blend te houden. En niet te veel aan de voorkant. En daarmee kan je hem dus wat zachter maken. Nou, nu heb ik hem de blender al redelijk in zitten. Nu ga ik nog voor een aantal seconden hem heel eventjes onder de lamp doen, uh, omdat ik weer de twin light heb. Doe ik hem weer heel ongeveer 10 seconden. Uh, maar als je bijvoorbeeld een zwakkere lamp hebt, kan je dus weer ietsje langer. Ja, en in de tussentijd heb ik nog ook nog wat te doen, hè? Uh, Sil. dus ik neem even de vloer over. Tuurlijk. Dan zien we zo direct hoe je hem moet afwerken. <coughs> oh, sorry, mijn excuses. Dat was een klein boesje. Ja. Maar in ieder geval, ja, huiswerk. Regels en prijs. Want het is alweer bijna half tien. Dus wat is het huiswerk voor Sylvana dit nou? Maak vier colorpops of nagels. Hè. Vier keer een leuke glitter blush baby boom. Met glitter. Dus uh, de technieken die je vanavond hebt gezien, vier verschillende. Maak even voor jezelf een foto als je het zeker wil weten. Een screenshot van dat huiswerk. Dus vier colorpops of vier nagels met glitter en met baby boom. Vervolgens heb je daar twee weken de tijd voor. We geven jullie natuurlijk iedere week twee weken de tijd, zodat jullie ook de tijd hebben om het tussen de bedrijven door. Gewoon lekker te doen. Je hebt daar twee weken de tijd voor, dus dat wil zeggen tot 7 februari. En je kunt het inzenden via het linkje wat je kunt vinden in het album. Van de workshop van vanavond. Die album vind je boven in de groep. Bij albums kun je zo daar doorheen gaan. Als er verbeterpunten zijn, wordt er contact met je opgenomen. En uiteraard willen we wat foto's, step by step, hebben. Wat kun je winnen? Dat is deze mooie prijs. Met onder andere die Ombre Pigment Tool. De Blush Brush. De Fluffy Brush. Een blushkleur naar keuze. En deze witte Baby Boom Powder. Dus dat is echt een hele mooie prijs. Er wordt dan natuurlijk contact met je opgenomen om even van jou te weten. Hey, Lieverd, uh, welke blush wil jij? Voor welke ben je vanavond in de mood? Voel je bossy of voel je lovely? Nou, als je dat hebt gedaan, maak je dus kans op de prijs. Over prijzen gesproken, dat was een leuk bruggetje. Over prijzen gesproken, we hadden natuurlijk twee weken geleden de challenge van Serena. Wat was die ook alweer? Nou, dat is creëer een set van vijf nagels met minimaal drie nagels in inverted French. De opdracht is het design. Dus lever deze bij voorkeur in op stiletto tips voor creatieve vrijheid. Technisch incorrecte resultaten worden afgekeurd. Nou, we hebben drie winnaars en we gaan eventjes door die drie winnaars heen. De allereerste winnares van vanavond is Mandy Stellingwerf-Kamp. Yeah. Van harte gefeliciteerd met jouw prachtige, een beetje Delfts wow. blauwe Sea foam Nails. Van harte gefeliciteerd, Mandy. Dan hebben we natuurlijk ook nog de volgende inzending, mijn salonnetje. Met haar prachtige inzending van Harte Felicies is meteen op de eigen nagels gaan werken of op haar model. En prachtig gedaan. En natuurlijk de derde prijswinnares van vanavond is Wendy Winkelman. Van harte gefeliciteerd, Wendy, met jouw mooie kleurrijke inzending, en hele bijzondere nagels. Het was in ieder geval ook heel erg leuk om te, te doen of te zien al jullie inzendingen. Jessica is als een dolle bezig geweest met jullie huiswerk. En ja, van harte gefeliciteerd. Jullie prijzen komen naar jullie toe. En wat is die prijs? Dat zijn drie potten Power Gel te weten power gel nude clear en de prachtige the amazing de onmisbare de eeuwige frosted pink een prachtige kleur die je echt simpelweg moet hebben dus van harte gefeliciteerd daarmee ik, ik denk dat jullie ja nogmaals van harte gefeliciteerd ik heb zo direct nog een prijswinnares en die is van de challenge van Cheryl nou voordat we gaan kijken bij Sylvana wat ze nou eigenlijk gaat doen gaan we even lekker genieten van the sheers by seduction thank you Ik krijg een seintje dat we er weer zijn. Maar intussen ben ik ook uit de groep gegooid. Dus ik kan het helemaal niet meer bijhouden, allemaal. <coughs> mijn excuses voor het ongemak. Techniek staat voor niets, he, heet dat dan tegenwoordig? Ik wil nogmaals iedereen van harte feliciteren. Ik zie dat er ook een aantal mensen zijn die gezellig aan het meekijken zijn. Zoals mijn salonnetje. Prachtig gedaan. Echt heel erg leuk. Nou, we zijn weggegaan bij Sylvana. Ze had de Extreme mat 10 seconden uitgehard, 20 seconden uitgehard. In de plaklaag van de Extreme Mat, dus de nog niet volledig uitgehard gel, is er vervolgens met de Fluffy Brush heel zachtjes het witte Powder Boom pigment aan, aan, aangebracht. En we gaan nu terug naar Sylvana. Ja, inderdaad. Dus ik heb hem met de Fluffy Brush heb ik die Powder Boom aangebracht. Daarna heb ik hem met het sponsje, heb ik hem nog een beetje geblend. Nu heb ik hem eventjes voor 10 seconden onder de lamp gedaan. En nu ga ik nog een keer voor de zekerheid een tweede laagje doen zodat je zeker weet dat al dat mooie witte pigment goed in die um, Extreme Matte top gel is geflufft. Uh, dus ik heb weer een klein beetje um, poeder erop. Dat tik ik dus eigenlijk, als het te veel is, tik ik dus op dat riggeltje Tik ik hem af en daardoor gaat er best wel weer veel wat van af. En dan ga ik eigenlijk weer op diezelfde manier ga ik dat weer een beetje fluffen. En ik duw een beetje op dat um, borsteltje zodat hij wat breder wordt. En daardoor kan ik heel makkelijk over de nagel heen. Als er bijvoorbeeld overtollig is, blaas ik het gewoon zachtjes weg. Want stel nou dat ik dus heel erg ga lopen boenen. dan kan het dus zijn dat je de dus strepen erin krijgt van die haartjes van je fluffy brush. Dus let erop dat je niet te veel gaat lopen. Uh, ja, echt borstelen. Want dan zou je dus uh, kunnen krijgen dat je dus bijvoorbeeld streepjes ziet. En voor die mooiere blend ga ik dus weer met dat borsteltje, of uh, met het sponsje, ga ik eventjes zachtjes over die blend heen. Stephanie Auberg zegt in de comments, hou met dat aftikken wel je potje vast. Ik spreek uit ervaring, anders wordt het een zootje. Nou, dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Het zou ja, mij zo zeker gebeuren, weten. hè. Oké, okay, en nu ik die blend opnieuw heb gemaakt, ga ik hem nu even goed uitharden. Dus voor 60 seconden onder het lamp. Mag ik uh, gevoeglijk stellen dat, ondanks dat het lijkt alsof het heel erg makkelijk is om dit er gewoon op te poederen, dat je wel met een soort, een, een soort zachtheid te werk moet gaan? Ja, je moet inderdaad echt heel voorzichtig gaan. Um, de poeder die, um, het zit dus op de uh, matte topcoat. Dus zorg ervoor dat je niet te hard gaat boenen. Uh, het is echt heel zachtjes stikken. En ook met de fluffy brush dep ik eigenlijk meer dan dat ik echt die beweging maak van met die haren, want dan die haren dat zijn natuurlijk gewoon rechte haren, dan kan je uiteindelijk streepjes erin krijgen of je kan bijvoorbeeld gaatjes krijgen. Dus inderdaad, ik ga dus echt heel zachtjes met dat sponsje over die nagel heen en ik duw echt. Ik ben niet aan het vegen. Ik duw echt heel zachtjes door die blend. En zou je ook ervoor kunnen kiezen? Ik stel mij die vraag zelf. Hè? Ik weet niet of je het al hebt gezegd, want ik was heel erg druk met mijn computer hier. Maar stel je nou voor, ik gebruik een, 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 een base and top, Of een soak-of-top-gel. Of bijvoorbeeld de plaklaag van de blushes. En ik wil daarop gaan, gaan, gaan deppen. Is dat verstandig? Of zeg je van, nou, dat is. Want dan zou ik denken: oh, lekker plaklaag. En dan duw ik zo. En hey, dan. Nou, dat uh, is een mogelijkheid, dat zou kunnen. Uh, zelf ben ik daar niet zo'n hele erge fan van. Nou, allereerst, als je natuurlijk je fluffy brush gebruikt, dat zijn. Uh, haartjes en dat is fluffy, dus die haartjes blijven in de plaklaag zitten. Daarnaast uh, ook met je sponsje: dat sponsje trekt ook een soort van uh, klein beetje stofjes aan, of misschien een klein glittertje wat toevallig op je tafel zit. En wat gebeurt er? Die kleine stofjes die gaan dus ook in die plaklaag zitten, um, en dat ja, dat is natuurlijk niet mooi voor die blend. Daarnaast vind ik dat als je het dus in een plaklaag doet, dus van een base and top of van een blush, uh, rubber base bijvoorbeeld, um, dat de poeder wordt niet heel heel erg mooi uh, als een soort van ja een soort van mist over de nagel heen. Het wordt wat brokkeliger en wat klonteriger, en dat vind ik zelf niet heel erg mooi. Dus hou ik liever van een hele zachte mist babyboom eigenlijk uh, door middel van de extreme Mud dus. Oké, okay, nou dan ben ik blij dat ik het heb gevraagd, want ik dacht dat doe ik die plaklaag, maar je, het wordt dus wat. Je wil dat hele zachte beetje, 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 ja. Ja, ik wil zeggen Windy, maar dat is het natuurlijk niet. Ja, het een beetje, beetje dusky, een ja. beetje misty. Wil je, wil je behouden? Ja, zeker weten. En uh, Want je benoemde net ook in de plaklaag van de blusjes. Ja, ik verwijder dus altijd inderdaad die plaklaag van de blusjes goed. Uh, dus als je, dat, als je het bijvoorbeeld toch wil uitproberen, ja, dan zou ik het dus in een beetje op top doen. Maar ja, ik heb, ik heb het toen gedaan en toen dacht ik: nee, ik vind hem toch niet zo mooi. En ik hou echt van die hele zachte ja, misty look. Ja, nou leuk. Leuk, hè? Nou, ik ben heel benieuwd. Ik neem aan dat je dus nu ook niet heel lekker, goed, flink, strijkend die topgel moet aanbrengen. Maar dat je dat ook met een langmoedigheid moet doen. Ja, ja we gaan echt zweven over de nagel heen, inderdaad. Dus als jij bijvoorbeeld een topgel hebt die niet zo heel, meer, heel vol meer is en je kwastje niet heel erg goed um, ja, met gel is, dan zou ik toch... Uh, kiezen voor een flesje of een nieuw flesje bijvoorbeeld uh, openmaken. Uh, want je moet het echt inderdaad doen dat het kwastje vol zit met genoeg gel. Want als er dus te weinig op is, dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld strepen trekt of uh, de babyboom weer aftrekt. En dat wil je natuurlijk niet hebben. Ik ga dit natuurlijk ook aflakken weer met de blush stop gel. Je zou het ook met mat kunnen aflakken. Uh, ja. Je zou het bijvoorbeeld met. Nou een glittertopcoat zou ik denk ik niet doen. Dan zou ik eerst een laagje topgel van de blush doen. En daar overheen een uh, diamond dust. Omdat er natuurlijk deeltjes glitter in zitten. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het wat zwaarder is, dat je bijvoorbeeld wel een streep erin kan trekken. Dus als je dat doet, zou ik hem eerst aflakken met een gewone uh, topgel. En dan daarna er overheen bijvoorbeeld een glittertopgel. topgel. Dus ik zorg dat er ook genoeg product op mijn uh, kwastje zit. En ik ga eerst eigenlijk een klein beetje product rond de nagelriem leggen. En dan zweef ik echt over die nagel heen. Dus ik til ook echt, ik voel gewoon dat ik een beetje mijn kwastje optil. En je ziet dat het dus echt een hele mooie mistige babyboom wordt. Ja, het is heel zacht. Heel zacht. Dus het is echt niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld een babyboom met acryl of met uh, ja, power gel. Het is echt een hele zachte misty babyboom. Ja, er wordt lijkt alsof er een deel van het pigment ook wordt geabsorbeerd. Of dat het de topgel absorbeert, waardoor je heel zacht... Het is echt een natural look. Ja, inderdaad. Het is echt een hele ja, misty look. Misty babyboom, dat hebben we weer bedacht. Iets nieuws. En ik zweef echt over die nagel heen. Het witte poeder wat je om, uh, om de, ja, echt op de vinger ziet, dat kan ze er heel makkelijk afwassen. Dus ik ga nu uh, de uh, top gel onder de lamp doen, 90 seconden. Ja, ik heb ook nog een keertje een vraag van Stephanie Auberg. Um, even kijken, en, en ook van Josja. Hoe doe je dat als je hem voller van kleur wil? Kun je dan nog een keer dezelfde stappen volgen? Uh, ja, je zou in principe wel dezelfde stappen kunnen volgen. Alleen het blijft altijd wel dat de, het poeder wordt een beetje geabsorbeerd. Dus uh, je zal nooit kunnen zeggen van ja, ik heb uh, bijvoorbeeld een babyboom een tijdje geleden met... Dreamy, dus de witte blush en hè, een willekeurige blur, kleur blush gemaakt. Uh, dus die combo, die, die echt die gepigmenteerde kleur van Dreamy, dat ga je eigenlijk niet bereiken met deze poeder. Deze poeder is echt voor een hele zachte babyboom. En dan heb ik nog een vraag van Magda. Ik doe even de vraag in het Engels. Do we need to use primer or something on the hairline of the nail? Or remove the excess powder before the top? Or, is it, or, or does it last like this? Of in het Nederlands. Moet je primer gebruiken voordat je dit aanbrengt? Moet je misschien uh, dat op de haarlijn doen? Of moeten we uh, het te veel aan poeder verwijderen voordat we hem gaan aftoppen? Nou, omdat ik dus uh, eigenlijk een beetje. Hey, ik lies eigenlijk de rest een beetje weg. En doordat ik ook met dat. Uh, met dit sponsje, dus uh, dat erop heb gedept, heb ik eigenlijk al het overtollige heb ik eigenlijk al weggehaald. En omdat ik, hey, ik lak best wel ruim, je ziet dat ik niet, uh, ja, je ziet echt dat het ook mooi egaliseert, zorg ervoor dat ik dus ook een goede uh, dekking aan de voorkant van de nagel heb zitten. Oké, okay. so what she uh, said, uh, Magda, is that she, she blows away the excess pigment a little bit while working. <laughs> so that you don't really have to uh, have a lot of contact with the surface of the nail and the applied white pigment powder. And then she really floats over it to really encapsulate the white, otherwise it becomes a little bit transparent, or too transparent. It's for a very soft, white look. Okay, let's go back to... you. Oh, okay, we're going back to We maken hier een mix van Engels, Nederlands, alles door elkaar heen. Oké, okay, de nagel is uitgehard. En nu gaan we kijken dus naar het eindresultaat. We hebben natuurlijk de witte poeder er een beetje omheen. Dat zal ik voor het mooie eventjes een beetje weghalen met de correctiepen. Ja, dan zien we ook wat beter wat we zien. Normaal laat ik natuurlijk gewoon even de topcoat een beetje afkoelen. Dus ik uh, laat de, topgel, de blush topgel altijd... Uh, ook anderhalve minuut uit, uh, afkoelen. Dus hij is anderhalve minuut uitgehard. En ik laat hem anderhalve minuut afkoelen. En daarna laat ik altijd mijn klanten de handen scrubben met de seduction scrub. Want je ziet natuurlijk een hoop poeder hier uh, omheen. En bijvoorbeeld nog uh, de, uh, het vuilstof. Het vuilstof blijft altijd een beetje in de groefjes van de nagel of van de vinger zitten. En voor het mooiste eindresultaat en natuurlijk voor de mooiste foto kun je natuurlijk de handen laten scrubben met de Seduction Scrub. En dan heb je eigenlijk geen nagel meer Ik heb een vraag nodig. en die vraag is van Dominique van Rijk. Omdat je dus best ruim aflakt, hè, kun je het beste per nagel lakken toch? Dan heb je het minste kans dat alles uitloopt. Klopt dat? Zeker weten, ja, inderdaad. Dus ik lak echt de topcoat per nagel af. Dat doe ik in principe. Eigenlijk altijd. Um, je kan er ook voor kiezen, dus als jij wat ruimer gelakt hebt en je denkt, oh, de topgel gaat een beetje alle kanten op, uh, dan kan je iets minder gebruiken. Of je kan de vinger even omdraaien en daardoor gaat eigenlijk de bolling van de topgel ook een beetje naar het midden van de nagel toe. Uh, dus ik lak eigenlijk sowieso altijd per nagel. Oké, okay, terwijl, dit moet even af... Uh, ja... Uh, we gaan zo naar het eindresultaat. Ik heb nog een aantal dingetjes met jullie door te nemen. Voordat we de avond gaan afsluiten, is het alweer vijf over half tien. Time flights when you're having fun. Etty vindt dit in ieder geval heel erg mooi en heel erg subtiel. En daar is Elvisa het ook mee eens. En mijn salonnetje, die was zo enthousiast over dat ze had gewonnen. Dat haar man, die lag half te slapen op de bank en hij is nu weer klaar wakker. Ja, plezier moet je delen, heet dat hè? Ja, gewoon lekker samen delen. In ieder geval. Wil jij meedoen met deze e-workshop van Silvana? Dan weet je intussen wat de huiswerkopdracht is. Maar we doen het dus nog één keertje. Maak vier verschillende variaties van de blush, babyboom, slash glitters die je vanavond hebt zien langskomen. Dus je maakt vier verschillende variaties. Dat mag ook pops, dan kun je ze meteen in je salon neerleggen. Wel geprijsd. Dat mag natuurlijk op een model, mag ook op je eigen nagels. Dus daar heb je verschillende mogelijkheden voor. De regels zijn natuurlijk bekend. Je hebt twee weken de tijd, maar stuur wel je huiswerk in via de link die je kunt vinden in dat album in de groep. En dat album is natuurlijk Sylvana's Glitter Baby Boom. Dan maak je kans op dit mooie pakket. Jullie hebben het al eerder voorbij zien komen: de ombre en pigment tool, het brush, brush, de fluffy brush, een blush naar keuze en de white powder boom. Voor die prachtige, zachte, elegante baby boom nagel. Volgende week, maandag 31 januari, is Jessica Padberg hier samen met mij en zij gaat Valentine Cartoons laten zien. Oftewel. Uh, handgeschilderde neelaard of cartoons, maar dan met een Valentijnsknipoog, zodat jij ook meteen in de weken voor Valentijn leuke dingen kan laten zien aan jouw klanten. In de maand februari hebben we dan nog heel veel meer. Ik zie dat Silvana denkt van, ja, is hij nou een keer klaar met praten? Maar ik moet het toch vertellen. Selina voor week februari vintage flowers, helemaal leuk. De week erop play with inlay. Deborah gaat helemaal los. Je kent er techniek en inlay. De week daarop wordt de première, het debuut van Brenda van Tongeren. Natuurlijk bekend als collega van Sariza en trainer bij MF Academy. En ze zei: het wordt haar eerste keer in Nail talk live. Ik heb daar heel veel zin in. Ik weet ook al welke nagel het wordt. Het wordt echt prachtig. En we sluiten de maand februari af met Michelle Taribuka. It's all about roses. I give you a rose, a rose, my dear. Dus echt heel erg leuk. Mag de inlevertijd nog even voor een screenshot? Ik heb hem gemist. Uh, de inlevertijd, ja, er staat een foutje in die sheet. Daarom heb je hem gemist, Debbie. Maar je hebt twee weken de tijd. Dat wilde dus zeggen, dus tot 7 februari kun je inzenden. Nou, wil jij nog een keertje een live workshop hebben van Silvana? Dan kan dat. We hebben namelijk op 14 februari de Blush Glitter Baby Boom training in Soesterberg. Maar dan maak je de Baby Boom echt met blush. 17 februari social media training in Soesterberg een echte must have en 4 maart de advanced blush vierdaagse opleiding ook in Soesterberg. Dus dan heb jij de kans om lekker les te krijgen van Silvana en ik bewaar de winnaressen van Cheryl Challenge voor zo direct. We gaan terug naar Sil. Ja, ik heb hem dus afgelakt en ik heb ze eigenlijk allebei naast elkaar gelegd. Zo zie je ook gelijk het eindresultaat van deze twee combinaties die we al hebben gemaakt. Um, voor de blush Boom, je ziet hem dus dat je op bossy krijg je dus echt een beetje misty-achtig look. Nu ga ik even alle blushes erbij pakken. Want die heb ik dus allemaal op colorpops gemaakt. Dat is ook heel erg leuk om bijvoorbeeld aan je klanten te laten zien. Ik heb bijvoorbeeld uh, hier onderaan, heb ik ze allemaal met een topcoat afgelakt. Uh, met de top gel, dan de middelste heb ik dus allemaal mat afgelakt. En de onderste heb ik dus allemaal frans getekend. Het was een gedoe, het was een tijd. En bij Dreamy heb ik dus een mooie een roze frans gemaakt. Dus dit is al, sowieso heel leuk om te laten zien aan je klanten. Uh, maar voor de babyboom, uh, in principe zou ik adviseren om uh, voor de babyboom, die zie je de. Beste of de mist zien het beste omdat ze wat als ze wat donkerder zijn, omdat Cozy en bijvoorbeeld Lovely dat zijn hele lichte kleurtjes en um, daardoor zou je de uh, powder zou je dus ietsje minder zien. Dus hou daar wel rekening mee. Uh, wat ik dus zou adviseren is: dus probeer uh, op Color Pops eruit, ga dat eventjes bekijken hoe dat eruit ziet en zo kan jij ook dus een advies geven aan je klanten. Dus op de donkere zie je echt die mist, en als het wat lichter wordt, dan wordt die heel omdat het dus al wat witter is en de, deze kleuren ook wat witter, zou je hem ietsje minder zien. Dus dan zou ik hem zelf gewoon met Dreamy maken. Ik vind dat je dat echt heel mooi presenteert zo. Het is echt een ja, prachtig. Ja, toch? Ja, die drie verschillende looks. Nou, eigenlijk zou je zes tips lang moeten hebben, want dan kun je er ook nog een glitterboom bij doen en een babyboom en nou, maar ik vind het echt prachtig. Ja, zeker weten. Ik heb ook een hoop uh, cursussen die doen de mystical shimmers eroverheen. De diamond dus. Want hè, sommige mensen denken op een gegeven moment, ja blushjes, dat is het allemaal weer. Maar je kan zoveel kanten op met nail art, uh, met glitters, met topcoat. Uh, dus je kan echt heel veel kanten op ermee. Ja, zeker weten. Ja, daarom vond ik ook die mystical shimmers en ook die diamond dus, et cetera, allemaal zo mooi. Want het zijn transparante topgels met een effectje erin. Dus die hebben op iedere kleur, op iedere blush, op ieder product krijg je een ander effect. Dus dat is gewoon super mega leuk. Want dan kun je al je producten gewoon een tweede, een derde, een vierde, een vijfde, een zesde, een zevende leven geven. Ja, zeker weten. Is er nog tijd voor een glitterboom, Pepijn? Nog een glitterboom? Dat wordt wel een hele korte glitterboom. Ik heb wel hele leuke colorpops voor jullie. Die kan ik wel laten ja, dat zien. dan is kan een ik leuk vertellen idee. hoe ik dat dus gedaan heb. Ja. Even kijken, de allereerste die ik heb gedaan. Zoals jullie zien, heb ik dus hier de glitters gebruikt. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. En daar zie je een klein beetje de sterretjes in zitten. Zien jullie dat? Ja. Dat zijn de neon glitters. En hier heb ik even kijken uit mijn hoofd de wannabe overheen gedaan. Je ziet dat het, hè, omdat die glitter dus wat oranje is. Kijk, je ziet hem hier aan de achterkant. Is de wannabe is ook weer een beetje, echt een beetje een mooie oranje ondertoon. Um, dus daar heb ik hem overheen geblend. Je kan er dus inderdaad voor kiezen als je zegt, ja, ik vind die oranje toon mooi, dat je de blush eronder doet uh, als plaklaag, maar ik heb hier ook gewoon de rubber base onder gedaan. Ook die blend hier gemaakt, die ziet eigenlijk dat je helemaal geen verschil hebt, ook qua hoogte, je krijgt niet een extra bobbel bijvoorbeeld bij de uh, cuticle. En die heb ik mat afgelakt. En je ziet, doordat ik hem mat heb afgelakt, dat die glitters ook bij de cuticle echt heel mooi toch een soort van anders sparkelen. Ja, heel leuk. Oké, okay, dan heb ik de volgende. Hierbij heb ik ook de Magic Flakes, uh, de Chameleon Flakes gebruikt. Maar dan een beetje degene met een oranje slash gele gloed. Zoals jullie zien aan de achterkant. Hier heb ik Fierce overheen gedaan. Fierce vind ik zelf heel mooi als je gebruik maakt van gouden glitters. Ja, dat is echt een prachtige combinatie. Op Cerisa's nagels vind ik hem zelf ook heel erg mooi. Ze heeft natuurlijk weer een beetje die donkere huid dus als je, die, als je deze vierste bijpakt, eigenlijk moet ik hem natuurlijk omdraaien. Dan zie je dat hij eigenlijk heel mooi egaal doorloopt, echt een beetje een honingkleurtje. Ik zal gelijk die andere laten zien, Diegene die ik heb wannabe uh, heb gemaakt. Ja, heel cool. Ja. En zo kan je echt dus ook cool. aan je klanten laten zien. Uh, wat het eigenlijk doet met de verschillende huidstinten. Uh, want dat is ook heel erg leuk, bijvoorbeeld voor reclame. Om die tip bijvoorbeeld bij een huid neer te leggen. Of datzelfde design. Dus hè, dat design wat ik net heb laten zien. Op bijvoorbeeld dat ik het bij zichzelf op haar huid doe. Daar maak ik een foto van en bij mezelf. Zo kunnen klanten ook een beetje zien. van, Oh ja, dus zo staat het dan ongeveer bij mij. Nee, dat vind ik wel leuk. Uh, of ze zien ook echt die kleurencombinaties. Dus uh, op de verschillende huidstinten kan je zulke andere combinaties maken. Je zou ook eventueel de glitter op de vrije rand mogen gebruiken, hè? want dat vraagt Mandy. Zeker. Weten. En dan werk je op dezelfde manier? Ja, dan werk ik een beetje op dezelfde manier. Um, het, ik heb hier bijvoorbeeld een voorbeeld ervan, die ga ik laten zien aan jullie. Hier zie je dat ik hem dus op de vrije rand heb neergelegd. Ik heb hier een mix gebruikt. Um, uit mijn hoofd heb ik, uh, zoals je ziet, wat echt heel erg roze, een beetje Barbie roze kleine glittertjes gebruikt. En dan daartussendoor heb ik wat grote glittertjes gebruikt. Dus je kunt ook verschillende kitjes mixen. Je kan een glitterspray mixen met de chameleon flakes. Uh, nou, je kan echt alle kitjes door elkaar heen mengen. Het is echt als jij starburst, prachtig ook bijvoorbeeld in de uh, nagelriem. Um, je kan bijvoorbeeld de, di uh, de, uh, diamond dust, um, de diamond dust erin doen. Dat kan je ook bijvoorbeeld erin leggen met die flaketjes. En je kan echt van alles. Maar voor, om uh, terug te komen op je vraag, bij de voorkant doe ik dat eigenlijk op dezelfde manier. Alleen ik draai dan de hand van de klant dus eigenlijk op zijn kop, zodat ik dan een beetje die voorkant kan aanduwen. Uh, het kan zijn dat je daar ietsje meer moet navijlen, uh, maar dat is in principe eigenlijk uh, geen probleem. Het is een kwestie van oefenen, dus ik zou als ik jou was het eventjes op een colorpop uitproberen of bij de klant uh, waarbij je het gaat doen, bijvoorbeeld even één nageltje uitproberen, zodat je het even weet, zodat je even weet waar je tegenaan loopt en dan kan je het sneller toepassen bij de volgende klant bijvoorbeeld. Ja, eh, er is iemand. Dat is Cornelia Lutgers, die heeft nu al een aantal keer gevraagd of je, of je alsjeblieft even de glitterspray zou willen laten zien. Ik denk dat het nog steeds terug refereert aan hoe moet je dat nou gebruiken. Maar misschien kan Sarisa even de nagel in het dopje. En dan kan jij even laten zien hoe dat werkt. Oké, okay, dus ik hou eigenlijk de nagel dus in dat dopje. En dan ga ik dus op die nagel sprayen. En daardoor vallen de meeste glitters, vallen dus in dat uh, deksel. Misschien kunnen we, we vanuit de side view even laten zien. En dan moet je hem wat hoger houden, denk ik. Want uh, die is op een andere hoogte ingesteld. Maar dat je, hoe je die vinger in dat dopje houdt. Kijk, dus ik hou die vinger echt een beetje in dat dopje. En dan kan ik er dus. Ja, dan hebben we hem. En dan kan ik dus eigenlijk zo erop gaan sprayen. En zoals je ook ziet in het dopje, dan moet je hem wel voorzichtig eruit halen. Even kijken, zit er best wel een hoop in. Dus je ziet eigenlijk dit zou normaal bijvoorbeeld op je tafel liggen. En tuurlijk ligt er altijd een klein beetje residu erin, maar dat kan je natuurlijk gewoon weer teruggooien door de uh, dop eraf af te draaien. Dat kan je teruggebruiken, of je kan het natuurlijk uh, gebruiken voor een glitterboom. Nou, dat had je, heb je al alles laten zien wat je wilde laten zien, Sil? Ja, om even terug te komen, nog bij die glitterspray, bewaar hem wel op zijn kop, want anders zit natuurlijk heel die onderkant uh, uh, vol met glitters. Dus ik heb hem ook echt zo er weer terug in gedaan. En ik leg hem dus ook zo bijvoorbeeld neer in mijn la. Oké, okay, ik krijg nog de vraag, welke kleur was dat? Ik weet niet, uh, dat was een mermaid glitterspray geloof ik hè, die je daar had. Ja, Pink Irish heet die. Pink Iris Glitterspray. Okidoki. Misschien moeten we nog even een foto maken van het eindresultaat. Want we hebben natuurlijk geen screenshot gedaan. En dan ga ik naar de winnaars van Doelen stellen van Cheriel. Ja, dat is helemaal goed. Ik leg ook de, gelijk de colorpops eronder. Dan hebben jullie ook een klein beetje inspiratie. Dus ik hoop dat dat een beetje matcht. Of we kunnen ook gewoon losse doen. Dus dan doen we eerst van haar nagel. Ja, dat is beter, want dan kan de camera mooi instellen. Mijn hand, uh, handschoen zit gelijk onder de glitterspray. Dus dan doen we drie, twee, twee. Eén screenshot. En dan doen we de color doen we ook los. Ik ga kijken of die ja. gaat scherpstellen. stellen. Ja. ja, daar komt hij al. Drie, Drie. twee, één. Screenshot. screenshot. <laughs> nou, super cool. Ja, dus dan heb je wat inspiratie. Dus ik zou echt zeggen: ga lekker in je uh, kastje kijken. Ga kijken wat er allemaal ligt. En maak leuke combinaties. Ja, en dan heb ik ook nog een, een opmerking van Jascha, ook een hele leuke. Ik spaar alle gevallen glitters in een bakje. En als iemand dan multicolor wil, doe ik dat. Heb ik echt van alles door elkaar heen. Ja, ook heel, heel slim. En weet je, die kunnen ze alleen bij jou krijgen. Want alleen jij gebruikt die glittersprezen die volgorde en in die maten. Nou, het was vanavond wel weer dat je toch zoveel kunt ook met blush. Hè? Het blijft een prachtig product. Ik zie ook in de comments dat jullie er ook echt heel erg um, van houden van de kleuren. Voordat ik naar de volgende ga, welke kleur was de linker Colourpop ook alweer? Vraagt Wendy Roxanne Winkelman. Dat is de Veers. Uh, dat is dus die, uh, die beetje honingachtige kleur, is het? De Veers. Veers. I'm feeling veers. I'm veers. Weet je wie ook altijd veers is? Nou, dat ben jij, als jij naar een van de e-workshops hebt gekeken. En vooral die van Chiril. Want Chiril die weet op. Een dermate manier informatie over te brengen. dat je gewoon van alles denkt: van wauw, dat kan ik gebruiken. Laten we eerst eens even kijken. wat was nou twee weken geleden die challenge van Cheriel. Bedankt, een actie, een algemene salon flyer. en een extra treatment waar de gunfactor in naar voren kwam. Nou, als er iemand heeft meegekeken. s'avonds tijdens de e-workshop. dan weten jullie precies waar ik het over heb. En we hebben weer drie winnaars voor jullie. En de eerste winnares is Jacinta Veldhuizen. Met haar prachtige inzending. Die kunnen jullie hier zien. Natuurlijk worden, mogen jullie ook na vanavond alles posten in de groep. En dan raken jullie ook geïnspireerd door wat onze collega's, dus wat jullie allemaal hebben gemaakt. En misschien krijgen jullie ook nog wel ja, ideeën, inspiratie van. De volgende winnares is Jennifer Faber. Van harte gefeliciteerd, Jennifer. Jij hebt echt een wat groter verhaal. Ik kan het vanaf deze afstand niet goed lezen. Maar ik weet wel wie je bent. Van harte gefeliciteerd, Jennifer, met jouw prachtige prijs. En de laatste van Salina, eh, van Salina van vanavond is: ik verspreek wel een beetje. Dat is de instelling van Sabrina de Vries Harting. Met haar prachtige folder flyer die zij heeft gemaakt. Van harte gefeliciteerd. En wat was jullie prijs? Nou, dat was best een flinke prijs. Dat was een heel pakket aan marketing tools, pennen, vuiltjes, gift vouchers. Kartonnen tasjes, de bosplanner. Dus echt een supercoole prijs. Van harte gefeliciteerd. Hij komt vanzelf jullie kant op. Uh, dus wij zorgen ervoor dat jullie pakketten morgen of overmorgen worden verstuurd. Jullie prijzen, samen met natuurlijk de prijzen van SriSaf's Challenge, die we zojuist hebben besproken. Ik ga even kijken of ik nog iets, uh... ik zie nog één vraag van Chris Mink wel. Zij vraagt als je nou die kleer, als je de glitter bovenop de top, hi Chris, hi. Als je nou het, aan het eind van die naag die glitters doet, hè? op die blush naag, dus niet hier, maar daar. Uh, doe je er dan nog iets van kleer overheen als extra versteviging? Doe je dat dan hetzelfde, dus ook met die rubber base? Ja, inderdaad, dat doe ik eigenlijk op dezelfde manier. Dus ik, hè, ik doe uh, in een uh, beetje rubber base, of in de bezend top plak ik de glitters. En daarna ga ik de, dus daar een klein beetje rubberbees op bouwen. Dat is eigenlijk op dezelfde manier. Nou, dan wil ik jullie heel erg bedanken, Sil. Ik wil jou ook heel erg bedanken voor je workshop van vanavond. Vond je het leuk? Kom je binnenkort weer terug? Ja, ik kom binnenkort weer terug, want ik hoor dat jullie allemaal leuke nieuw art willen voor blusjes. En ja, ja dan, dan ben ik er natuurlijk voor jullie. Dus uh, ja, ik heb gelijk weer leuke ideeën. Ik hoop jullie natuurlijk uh, te zien op social media. Mooie uh, resultaten natuurlijk van de workshop wat jullie vandaag gaan doen in de groep. En misschien natuurlijk wel in een training van mij. Nou, ik wil jullie ook heel erg hartelijk bedanken voor het meekijken vanavond. Ik had wat technische problemen, maar goed mag de pret niet drukken. Ik wil natuurlijk Gilbert bedanken achter de schermen om het allemaal hier mogelijk te maken. Cerisa, die model wilde zijn, die ondersteboven hangt aan die tafel, zij steekt ook even haar duim op. Dat is wel leuk om eventjes te zien. Kijk hier is hij. Jij zit een beetje out of beeld, natuurlijk. Normaal gesproken houdt Cerisa ervan de camera te claimen, maar voor het slotwoord is de camera van mij. Hele fijne avond. Tot volgende week. Um, af met de blushes commercial en ik nogmaals heel erg bedankt iedereen en tot tot snel doei.